Goedemorgen, lieve luisteraars. Skieten Willy, podcast seizoen 5 op de donderdagochtend. Het zonnetje schijnt schitterend. Het zet de herfstkleuren geel en rood. Prachtig in perspectief. Prachtig licht in perspectief. Het is een verdrietige week voor mijn familie. Ja. Mijn oom Jan is overleden. We hebben gisteren de uitvaart gehad, gisteren de begrafenis. Mijn oom Jan Kromkamp, vader van. Oh. Een hele lieve, fijne, vrolijke, prachtige kerel. Veel mooie herinneringen aan. En ik was in Parijs uiteraard bij PSV. En zondag zat ik met mijn neefje de teksten voor de uitvaart te maken. En maandagochtend reed ik heel vroeg al naar Parijs en ik was een beetje grieperig. Ik dacht, moet ik wel gaan? Woensdag is de uitvaart. En dinsdagavond de wedstrijd. Red ik dat allemaal wel? Maar ik ben blij dat ik ben gegaan. Ik heb 18 kilometer op de dinsdag gewandeld door Parijs. Mijn hoofd lekker leeg kunnen maken. Veel aan mijn oom mogen denken. En dan dacht ik bij mezelf, weet je... 18 kilometer. Ik heb hem eigenlijk nog nooit boos gezien. Eén keer in mijn hele leven heb ik hem quasi boos gezien. Toen speelde die boos. En dat moest ik wel erg... zo erin, ja, dan moest ik wel erg om lachen. En dat was ongeveer 30, 35 jaar geleden toen ik mijn rijbewijs ging halen. Hadden mijn ouders toen twee autootjes. Een kleine groene Volkswagen Polo. En als mijn ouders dan niet thuis waren en ik was toch bezig met die lessen. Ik had nog geen rijbewijs, pakte ik wel eens die auto. En mijn ouders woonden aan de dijk bij Tewolde. En ik reed dan die dijk af, zo het dorp in. Dat was een kilometertje of het zal zijn, 3. En mijn oom die pendelde heen en weer tussen Lippenhuizen waar hij toen woonde. En Apeldoorn, waar hij met mijn vader werkte bij een dak- en thuisloze instelling als boer. Hij had daar de dagbesteding voor de cliënten. Alle zwiebertjes van deze wereld met alcoholproblemen en dergelijke, die kwamen daar. En hij was daar de boer. Kwam ook van een boerenbedrijf, letterlijk uit de Friese klei getrokken. Grote kerel ook. En ineens, ik rijd daar in Tewolde met die auto en ineens komt die motor van hem zo bam voor mijn auto. Hij had zijn helm op, dat vizier omhoog zo. En die helm eruit. Dus ik uit die auto. Sleutels. Maar ik zag wel dat hij het ook wel op een of andere manier wel mooi vond. Maar ik gaf hem toch wel de sleutels, want ik was 18 jaar oud. Goedemorgen. Over 18 gesproken, dan hebben we onze 18 jaar. Goedemorgen. Ik was 18 jaar oud en ik gaf hem toch maar de sleutels. En hij zei, je gaat maar lopen. Dus ik kon die kilometers terug naar huis lopen. Les. Maar dat was de enige keer dat ik hem boos. Quasi dus boos heb gezien. Een hele vrolijke, fijne man met goede adviezen. En ik wilde aan jou vragen of ik dan voor deze ene keer een liedje mag claimen. Ja, tuurlijk, of we doen er twee. En als nee, ben je gek. Als het maar niet detoneert, zei je in de lijst. Ik denk nee, dat het... ik zei als het maar geen ik ga zwemmen is. In Bacardi Lemme. Die hebben we al één. Nee, tuurlijk, jongen. Mijn oom had een prachtige zangstem. Hij was tenor. En hij zong in twee koren in Deventer. Bij de Hanse Zangers. En de Easel Zingers. Die waren gisteren ook bij de uitvaart. En die hebben gezongen daar. En... Ja, maakt wel indruk dan. Ja, dat was fantastisch. Ja. Ik vond het geweldig. En weet je wat ik ook zo mooi vind? Het waren, als je naar de samenstelling van die koren kijkt, veel bijzondere mensen als je naar ze kijkt. Wat ouder, wat teer, soms moeilijk te been, doorleefde hoofden ook wel. En als dat samen zingt, prachtig. Ja. Echt werkelijk prachtig. Dus dat had wel indruk gemaakt. Dus ik wil aan het einde van toch afsluiten met een liedje dat hij vaak zong. Mm. En wat ook wel past, denk ik, in de lijst. Een beetje melancholisch ietsje, maar daar komen we straks nog wel op terug. Het past sowieso, Marco. Het past sowieso, ja. Mijn oom Jan. En was een prachtige uitvaart. Heel verdrietig allemaal natuurlijk. Hij is uiteindelijk 71 geworden. 71? 71. Niet heel oud, nee. Nee, hij werd ziek. Mm. Snel weggeleden. Maar hij is snel gegaan uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk wel. Ik hoorde dat in juni tijdens het EK dat hij ziek was. En uiteindelijk is het... Is het dan? 6 maanden ongeveer. Juni, ja, een paar maanden. Ja.
Het was ook uiteindelijk ook wel goed, want beter daar dan inderdaad. Dan lang aan lijden. Ja. Maar een prachtige man. Echt prachtig. En ik heb straks aan het einde, als ik het liedje doe, pak nog even wat mooie wijsheid van hem erbij. Ja, leuk. En dan sluiten we... Mooi. Ja, mooi. Ja. Mooi, mooi eerbetoon. Daar sluiten we dan mee af. Ja. Hoe is het met jou? Ja, goed. Je bruist van de... Sorry. Je bruist van de energie. Ja, jij zei, ik ben kapot. Nou, ik bruis van de energie. Ik heb... we hebben, wanneer was het? Vrijdag een boren gehad. Dat was de laatste. Dus ik ben al een paar dagen gewoon... Weer eventjes zonder alcohol. Ja, zeker. En toen hadden we het plan om dan... ik dacht dit weekend en het weekend erop niks staan. Ja. Maar goede vrienden van ons, daar had ik mee geappt. En die appte mij gisteren van over zondag. Want El en ik dachten van, dan gaan we even 3 weken niet drinken. Oh. En toen dacht ik, ja, daar ben ik helemaal vergeten mijn agenda te zetten. Maar daar is dus zondag. Dus dan is het dus toch zondag wel weer borrelen. Ja. Kijk toch wel weer naar uit, dan moet ik zeggen. Want na vrijdag dacht ik, poeh, we hadden afgelopen woensdag natuurlijk hadden ons eindelijk ons 16 oktober uitje. Van harte. Ja, het was een leuke film. Een of andere gecostumeerd, dus geen kinderfilm. Het was dit keer een film met, wat weet ik ook weer. Hij speelt in ieder geval, speelt het zo, werd wel in de middeleeuwen, in die periode ergens. En die gast die koning speelt, die speelt daar fantastisch. Maar die duurde wel 2 uur en een kwartier. Dus op een gegeven moment kreeg ik wel een beetje honger. Ik zei, schat, we kijken hem thuis nog een keer af op het thuis of iets dergelijks. Dus toen zijn we gaan lunchen. Duurde lang. Ja, het was een hartstikke goede film, maar op een gegeven moment krijg je wel honger. En dorst vooral ook. Dus ik denk, nou, we gaan weer lekker even lunchen en dan borrelen. Dus dat was woensdag. Hadden we vrijdag hadden we Artje en Lisette, arts van de sports department. En die had voor mij een L meegenomen. Ik zag hem al staan, Björn. Dat is een schitterende draai. Johan had dat, die zou dat goed kunnen waarderen, dergelijks. Een tevreden roker is geen onruststoker. Stond vroeger op tegeltjes, hè? Ja, op de stickers en dergelijke. En nou heb ik er een trui van. Dus toen waren we op zaterdag, dacht ik, boe, ik heb toch wel een kater. Blij dat ik even voorlopig niet kan drinken of hoef te drinken. Maar ik moet zeggen, ik heb nou al wel zin in zondag, eerlijk gezegd. Want, gezellig. Ja, dat wordt weer gezellig. Weet ik nou. Overigens, de mensen die zich afvragen of ik jou ooit die fles wijn gegeven heb. Zeker, hij is al op. Ah, hij is al, de Amarone. Hij is al op. Hoor. Was hij goed? Ja, tuurlijk. Fantastisch was hij. Ja. Heerlijk. Nou, mooi. Dus verder gaat het allemaal een beetje druk met van alles en nog wat. Dus we gaan nou even kijken. De komende dagen moet ik zangstudenten begeleiden bij in Tilburg. Oh, wat leuk. Die gaan dan optreden en dus dat is superleuk. Maar even voor mijn beeldvorming, hoeveel zangtalenten? En welke leeftijd? Nou, het zijn met name volwassenen die dan zangles hebben en dan doen ze projectjes waarin ze optreden. En in dit geval, we heet dat de sofa-sessies. Doen ze een liedje. En aan dat liedje zit dan een verhaal vast. Dus het is dus ook meteen een beetje theater, dat ze iets erover vertellen. En dan gaan ze het zingen en dan begeleid ik dat. Dat is hartstikke leuk om te doen. Dat heb ik al een keer eerder gedaan, zoiets. Dat was ook hartstikke tof. En dan hebben we vorige week weer die Eldorado-voorstelling hier in Vessen. Dat is ook leuk. En dan vanaf half november ga ik met Mike Witz die Ziel van Carnaval spelen. Dus daar moest ik nog een beetje bijschrijven. Want die was iets te kort voor theater. Hoe gaat het schrijfproces? Goed, het is al af. Het is al af. Zo gepiept. Ja. En ik kwam, ik lag, ik heb nog iets leuks in petto, maar ik ga het nog niet verklappen. Maar wel een kleine teaser, dames en heren. Wel een teaser. Die rood-wit actie hebben we dan gedaan met sports department, met Artje. En toen kwam ik op een gegeven moment ook in één keer, ik lag niet afgelopen nacht, met de nacht ervoor lag ik wakker. Want die jongens, die hadden ergens voetbal gekeken, die waren de stad in gegaan, die zijn toen nog hier in de hok gaan zitten. Dus ik hoorde s'nachts om 2:30 werd ik wakker. Oh, dat hok wordt nu ook gebruikt door jouw jongens. Reken maar. Zo gaat dat. Reken maar dat het ook gebruikt wordt. Dus dat was een beetje onrustig, omdat dan werd ik wakker van en dan weet ik, dan slaap ik niet meer tot 6:30. Dus dan, en dan schiet er van alles op mijn hoofd. Dus ik kwam op een term voor NAC, de voetbalclub NAC. Ik heb daar ligt te denken en ineens kom je op. Ja, ik weet niet hoe ik daarop kwam. Toen dacht ik, dat zijn goede hoodies als we daar erop zetten. Sjoerd, luister je mee, Sjoerd Mazoe. Die ga ik nog wel even benaderen. Want Artje moet even een voorbeeldje maken, een plaatje. Maar je mag het nog niet onthullen.
Nee, ik kan niet zeggen wat erop komt. Want zou ik het wel zeggen, want dan is het toch gewoon... Als je het niet doet, leef je in angst. Of ben je bang dat je... Dat iemand anders het dadelijk gaat maken. Maar ja, we zijn nu, wel, het is het vandaag, hoeveel oktober? 24 oktober. Maar dit is bewijs dat het jouw... idee is. En geestelijk eigendom ben je dan ook. Ja, jouw geestelijk eigendom. Ja, mijn intellect, geestelijk eigendom. Nee, noemen ze dat een... intellectueel eigendom. Ja, ja. Daar had ik dus ook met confetti in de Reutersfeest bij elke scheet. Daar zijn ze ook gewoon mee aan de haren gegaan. Dan doen ze net alsof het al heel lang bestond, maar goed. Maar dat was niet. Dat was al niet. Dus ik weet hoe het is als ik een goed idee heb en dan wordt weer gejat. Ik zat dus te denken, ik ga het gewoon vertellen. Ik ga het wel vertellen. Het bewijs namelijk staat op de camera. Dat wij als eerste... Ja, jij. Wij, ik hè. Ik corrigeerde mezelf al. Ik kwam op de term, dat leek me wel leuk. Maar ik weet nog niet zeker of het werkt. Maar El moest er om lachen en Aad moest er ook om lachen. Ik dacht, het is misschien wel leuk als je dan zo'n gele hoodie hebt voor NAC supporters. Waarop staat, shut the NAC up. Ja, dat is wel mooi. Is wel leuk toch? Ja, is wel mooi. Ja, shut the NAC up. Ja. Sluit mooi aan kunnen bij NAC. Kunnen we nog onderzetten, weer van Breda. Ja, sluit mooi aan bij NAC praat en dan shut the NAC up. Shut the NAC up. Dat bedenk jij dan terwijl je wakker ligt. Ja, zo gaat hij in mijn hoofd. En toen dacht ik de volgende dag, want ik dacht, wat ik al zei, en dat zit ik ook te denken, misschien kan ik er ook nog een hoodie van maken of een t-shirt, wat ook leuk is voor supporters. Ik zei tijdens Bier en Ballen al een tijd geleden, ik heb altijd een zwak voor NAC gehad. Toen dacht ik, daar zal toch wel al iemand iets mee gedaan hebben, een zwak voor NAC. Dus dat kan ook nog. Maar die is minder grappig dan... Nee, maar het is wel mooi ook gewoon. Een zwak voor NAC. Je kan er natuurlijk je creatieve brein op loslaten en dan heb je zo 10 van die dingen. Ja, maar ik heb, nou dat weet ik niet, maar ik heb ook echt een zwak voor NAC. Dus ik ben toen vroeger nog gaan kijken op de oude Beatrix. Zeker. Twee jongens van het internaat, die kwamen uit Zevenbergen en wat is dat? Oosterhout zit er vlakbij. En één jongen uit Breda. Prachtige club. Natuurlijk. Schitterende club. Maar ik dacht natuurlijk ook meteen aan NEC. Ik denk, ja, dat wil ik eigenlijk voor NEC ook wel. Want dat is echt naast PSV natuurlijk mijn grote liefde, ook al heb ik daar maar 2,5 jaar gezeten. En bij NEC, dus ik zat te denken om sjaals te maken. Dat is maar minder zichtbaar, maar het idee is denk ik wel grappig. Want ze zeggen er altijd, NEC zit hier, NEC zit hier. Ja. Dat je sjaal met hier, NEC zit hier. En dan op het uiteinde, wat op je oor hangt, NEC zit hier. Dat is goed. Ja. Leuk hè, dus dit is de primeur. Dus mensen kunnen al pre-orderen bij Sports Department. En dan lijkt me dat wel leuk om te kijken of je daar ook wat... maar gewoon als experiment en... Nee, gewoon als leukigheid, weet je wel. Ja. Dat is allemaal niet... Nee, maar ook een uiting van creativiteit. Ja, met name daar. Lijkt me leuk om dan als zoiets... Kijk, ik denk dat dat... We moeten ook toch nog wel steeds even nadenken over dit seizoen en een goed doel voor... Ja, maar als je dat gaat doen, dan wordt het geforceerd. Je moet even nadenken over goed... Dan komt het wel. Ik bedoel, het prachtige idee om naar, wat was het, Curaçao, Aruba, te gaan, dat is natuurlijk waanzinnig. Alleen is het moeilijk uitvoerbaar, vrees ik. Maar het is wel prachtig. Over Breda gesproken. Dus ik kreeg een LinkedIn-verzoek. Misschien moet ik die even voorlezen. Van iemand. Nou ja, iemand die had... Misschien, ik heb er nog niet op kunnen reageren door allerlei omstandigheden, maar ga ik nog wel doen. Ik ga eens eventjes informeren. Morgan Bosma. Een andere Morgan. Morgan heet die. We hadden laatst ook een Morgan. Ja. Is dat dezelfde Morgan? Nee, want die begint deze zin. Wie is dan die Morgan Bosma? Hallo Marco, ik nodig jullie van harte uit om jullie podcast een keer bij ons... Avans Hogeschool, opleiding fysiotherapie in Breda. Morgan, ja, die had nog iets, wel dezelfde Morgan. Oh. Toen jij vroeg, je afvroeg van, jij zei, ik vertelde over wat hij zei. Ik had die mail van hem voorgelezen, toch? En toen zei hij, ja, wie is dat dan? En toen had hij mij een mail gestuurd waarin hij zei van dat hij dus op die hogeschool lesgeeft. Oké, we hebben een podcast studio, maar nog belangrijker, goede kraakverse broodjes en gasten die een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren voor jullie podcast. Ik ga morgen wel een keertje bellen, want het lijkt mij wel een keertje leuk. Mij ook. En ik had ook nog een idee voor... in ieder geval een gast. Ik zag laatst een spreker en daar vond ik heel interessant over. Intelligent. Wat een spreker is die man, dacht jij? Nou ja, ik dacht, wat een spreker is die man. Is een man die jou horen kan. Ja, nou ja, intelligent bewegen. Dat gaat dus over bewegen. En ik vond wat hij vertelde allemaal heel interessant hoe dat dan werkt. Dus ik denk, het is wel leuk als hij een keer... Wie is zijn naam? Even kijken. Fabio, daar... dan moet ik het goed uitspreken. Ja, Dagata. Dagata. Klinkt Want ik vroeg van tevoren naar Italiaans. Oh.
Ik zei, hoe spreek je het uit? Is het Dagata of Dagata of Dagata? Dagata. Volgens Dagata mij is Japans en Dagata. Dagata. Ja. En dan ben ik dus vergeten wel hoe precies de ding is. Maar die leek het ook wel leuk om een keer langs te komen. Oh, wat leuk. En volgens mij had ik even kijken, nog iets opgeslagen dat ik dacht... Fabio is inderdaad natuurlijk is Italiaans. Ja. Ja. Moest ik nog iets... Ik zie hier staan Arne Maat. Arne. Die heeft denk ik dan een mail gestuurd. Dat ik dacht, moet ik niet vergeten aan te halen. Nou, dan ga je dat even opzoeken. Daar ga ik dan nog opzoeken. Want die staat nog hier in mijn notities. En we moeten natuurlijk met Bob nog een datum plannen. Ja. Dus we krijgen leuke dingen. We krijgen leuke dingen, ja. We zijn constant in beweging, Marco. Je moet in beweging blijven. Constant in beweging, dat blijkt wel. Maar wel intelligent dan in beweging. Ja. Als alles verandert, verander dan mee, denk ik dan. Alles in beweging is. Nou ja, weet je, daar zat ik dus laatst aan te denken. Ik heb al ooit een stukje geschreven over stilstand is achteruitgang. En dat ik daar onzin vind. Stilstand is gewoon stilstand. En achteruitgang is gewoon achteruitgang. Ben ik met je eens. Ja, maar waarom mensen dat zeggen is... Dat lijkt... Dat je moet blijven bewegen. Dat lijkt zo. Kijk, als je zelf stilstaat en de rest gaat vooruit, dan lopen die bij je. Dus die denkt dat je achteruit gaat, maar die blijft gewoon staan. Dus het, eigenlijk is het handig als iedereen blijft staan, dan is het gewoon goed. Ja. Dan ben je allemaal even ver. Ja. Maar het is dat zo nodig, de rest er nodig vooruit moet. Je denkt, ik ga achteruit. Nee, je gaat niet achteruit. Die staat blijft gewoon staan. Zij gaan vooruit. Ik zou zeggen, richting de middelmaat. Ik zou juist zelf zeggen van sta wat vaker stil. Sta wat vaker stil gewoon. Lekker hè? Even lekker stilstaan. Weet je wat er namelijk ook is? Als je wat langzamer gaat lopen. Je gaat wandelen, maar je loopt langzamer. Dat heb ik geen enkel aan. Maar als je nog langzamer gaat lopen en gaat vertragen, dan zie je meer. Dan denk je minder en dan zie je meer. Wist je dat? Dat is zo. Maar je denkt ook minder? Je gaat minder denken. Nee, gewoon omdat je de tijd neemt. Je neemt de tijd voor alles wat je om je heen observeert en ziet. Nou, dat is wel een goeie. Ja, dank je. Heb jij in Parijs heb je dat ontdekt? Nee, dat had ik al ontdekt. Maar Parijs was daar een uitermate geschikt voorbeeld van. Ik heb 18 kilometer echt gewandeld. Ons hotel, goed hotel, zat iets aan de buitenrand. En het was anderhalf uur wandelen naar die grote toren toe. En naar die boog, de Ark, was het ook nog weer een stuk verder. De Triomf. Ja, ik heb wel even de highlights weer even gezien. Ik vind het een heerlijke stad om in te wandelen. Echt heerlijk. Ik kan me er niks bij voorstellen, maar goed. Ieder zijn voorkeur. Ja, ieder zijn ding. Ieder zijn ding. Als ik er zou gaan wandelen, dan zou ik de stad uitwandelen. Richting huis. Weg hier. Dat is dan een voorkeur en een smaak. En alles behalve rustig wandelen dan ook. Maar het is een hele inspirerende omgeving. En als je dan de scène afloopt en langs al die mooie dingen, gebouwen. En, je kan ook heerlijk anoniem zijn. Dat is prachtig. En dan kan je jezelf lekker laten gaan en even mijmeren. En dat was heel fijn. Dat werkt helend. Ik ging er ging er grieperig heen. En ik zal je zeggen dat ik de avond van PSV, die speelde om 9 uur natuurlijk. Die wedstrijd was om 11 uur afgelopen. En dan moet je nog wachten op persconferenties. En daarna nog video opnemen. Je had liefst om 9 uur in je bedje gelegen natuurlijk. Ik was om 1:15 waren we terug in het hotel, denk ik. En om 4:15 zat ik in de auto. Dus, maar ik dacht van, nou dan en dan zo'n uitvaart en grieperig. Maar ik heb heel veel energie gekregen. En de uitvaart was mooi. Dus dat heeft helend gewerkt. Dus ik voelde voor mij goed om naar Parijs te gaan. Mm-hmm. Inspirerend, mooi. Ja, maar nu kan me voorstellen dat je nu moe bent. Ja, ik ben een beetje moe van alles, maar ik voel me wel, ik voel me wel beter. Ja, zo, ik snap wat je bedoelt. Ja, ik heb het allemaal een plekje kunnen geven. Ik heb wanneer... Soms is dat met, als er dan zo iemand die lief is, is overlijden, dat het in je hoofd ook weer van alles in werking zet, waardoor je als mens ook weer een stukje verder komt. Klinkt heel zweverig, maar ik snap precies wat je bedoelt. Heel goed. Moeten wij Sjoerd feliciteren of niet? Ja, dat lijkt mij wel. Sjoerd, gefeliciteerd. Van harte, jongen. Van harte. Ik ben niet jarig of iets, maar de overwinning van Feyenoord. Feyenoord. Ik zal jou eerlijk zeggen, ik kwam gisteravond thuis van de uitvaart en dan ben je gesloopt. Veel verdriet. Ik heb mijn tante geknuffeld en we huilden allebei. Ze zei van, ja, we moeten wel stoppen, anders stroomt dadelijk de IJssel nog over. En ik kwam dan thuis en ik dacht van, ja, ik ben wel heel erg moe gesloopt, weinig slaap. Ik wil eigenlijk wel naar bed, maar ik wil ook Feyenoord kijken. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Om 9 uur echt aangezet. Ik heb aangezet, samen met mijn zoon zitten kijken.
Maar god, potverdikkerme. Hey, kunnen we stellen dat het allemaal begonnen is? Ja. Kunnen we begonnen dat het allemaal begonnen is in Deventer? Huh? Ja, maar mogen we het even claimen dan? Even claimen dan? Van tevoren had ik met Björn over net. Van, eigenlijk hebben we geen idee wat er gebeurd is, want ze gingen een interlandperiode in. En Priska had 7 spelers of zo, waar hij nog mee kon trainen. Toen zei hij, nou, ik ga wel even trainen en dan ga ik zelf even naar Denemarken, even rust en iedereen kopje leeg. Iedereen speelt dus in een andere ploeg, andere intensiteit, andere systemen, andere trainers, andere fysieke staf, bla bla bla. Komen terug, het is geweldig. Het is toch, deze voetbalwereld is zo krankzinnig. Want deze eerste helft was echt magisch om te kijken. Ik denk dat ze dan gewoon blij waren als ze allemaal weer terug waren. Dat op het moment dat je bezig bent met z'n allen niet door hebt van dat het eigenlijk een hele goede, fijne groep is. Iedereen waait het uit en komt terug en denkt, oh, is eigenlijk toch wel heel fijn hier. Zoiets, of even een reset en, of zo. Nou ja, ook het feit dat zo'n Brian Prieske, dat hij even de tijd krijgt gewoon om eens even wat neer te zetten. En de mensen naar zijn hand te zetten, het elftal naar zijn hand te zetten. Met een ploeg aan het werk gaan, letterlijk aan het werk gaan, aan de slag gaan. Mensen indoctrineren met je visie, met je woorden. Indoctrineren is misschien niet eens een goede woord. Jawel, dat deed Slot niet anders. Hè. Slot indoctrineerde voortdurend zijn speelwijze, zijn spelprincipes. Aanvallend verdedigen. Hij had het over positief indoctrineren. Positief indoctrineren. Maar dat zeggen ze natuurlijk allemaal, willen indoctrineren. Dat is gewoon een lelijk woord en dan gewoon positief. Nee, het is... Ik ben een positieve fascist. Nee, maar het is maar positief indoctrineren is heel erg belangrijk als je een bepaald systeem wil. Ik snap wat je bedoelt. Ja. En dan heeft die Prieske gewoon automatiseren zou ik dan eerder... Bijvoorbeeld, maar geef een beetje maar een naam. Ja. Hij zit heel erg op de... Het is niet voor niks indoctrineren of automatiseren. Ja, omdat Arne Slot ermee kwam. Oh. Ja. Dan waren het. Maar we hebben nu het spel van Slot hebben gehad natuurlijk. We hebben Bosbal, maar we hebben nu Brianbal. Het is anders voetbal. Het is directer. Het is wat dynamischer wil ik niet zeggen. Maar Slot bouwt het wat korter op, zoals Guardiola vindt van zo kort mogelijk pasen, want dan raak je die bal niet kwijt. Dus dan heb je totale controle. Maar Prieske heeft zoiets, binnen 2-3 pases wil ik bij het doel zijn. Mm-hmm. En dat klinkt natuurlijk wel een beetje opportunistisch en een lange bal, maar dat is het dus niet. Het kan ook een paas over de grond zijn. Roger Smit had het ook, hè? Wilde ook zo binnen 3-4-5 ballen. Ja. Die dus het is heel direct. Een mix daarvan, van Smit en Slot misschien. En Bos. En ja, ik wil het ook weer niet het beste voetbal ter wereld gaan noemen nu meteen. Maar wat we gisteren die eerste helft zagen was natuurlijk was wel... was heel erg goed. Ja, het was echt heel goed. Echt heel goed. En niet tegen de pannenkoekenclub, hè? Nee. Hey, die hadden 4-0 van Atletico gewonnen. Ja, joh. Die hadden de competitie. De trainer was uitgegooid. Ze hebben alles gewonnen met die nieuwe trainer. En ik vond dit... Weet je wat ik nou mooi vond? Ik vond het heerlijk dat die zeikers gewoon eens een keer... Die Portugezen verliezen, ja. Ouderwetse bietenbrug op. En die trainer zat... Met goed voetbal. Vanaf minuut 10 zag je hem al zenuwachtig zijn, die trainer. Ja, joh. En normaal heb je dat met de Nederlandse coaches. Die dan zenuwachtig worden. En het was echt niet normaal. En Milambo die 2 goals maakt, die blijft ook verbazen dat hoe middenveld, goed hij is. Dat middenveld is klaar, hè? Niks meer aan doen. Maar dat is het grappige. Je zoekt dus altijd als voetbalclub een vervanger. Wiever gaat weg voor 30 miljoen. Dan denk je, controleren middenvelder die haal je goed kan instappen en een paas kan geven. Voetbal de motor is. En dan hou je een heel ander type. En dan heb je weer een ander type op de bank. Nou, en dat vult elkaar dan opeens aan. Dat is vaak waar trainers naar op zoek zijn. Ik heb het daar wel met Bos over gehad. Hè, want, dan letterlijk zegt hij, ik weet soms nog niet hoe het in elkaar valt. Ja. En dan ga je proberen en kijken. En uiteindelijk gebeurt er iets, ontstaat er iets. Dan denk je, dit is hem. Ja. En dat lijkt bij Feyenoord nu het geval te zijn. Je zit heel erg op relaties van spelers met elkaar. Nou, kijk. En dat is misschien het verschil nu. Dat ze kennen elkaar gewoon. Mm-hmm. Ze zijn comfortabel met elkaar en dan durf je meer of zo. Maar die wang, hé. Ja, die is echt hij is 29 en nog nooit opgepikt door een topclub, maar... Och, wat kan die kort wegdraaien, man. Echt onwaarschijnlijk. En ook Wang in bom. Wang in bom. Maar, het leek als iemand die heel kort weg kan draaien. Wang in bom. Ja, bats, draai in één keer om. Ja. Ja. Ja, dat is ook zo. Best wel ielig mannetje eigenlijk maar, om te zien. Maar wel een generaaltje, hoor. Ja, maar... Maar hij heeft gewoon een hele atypische carrière gehad. Hij kan een beetje tussendoor tussen die scouts, weet je. Hij valt net niet genoeg op steeds. En nu... laat hij het echt zien, ja. Ik vind het dan zo leuk dat we het net ook over hadden. Want jij had hem geïnterviewd en zei dat ze een ontzettend sympathieke vent is. En de voorbereiding toen. En dat hij dan in het begin dan weer zoveel... Prieske gaat het over, niet Wang. Nee, Wang, ik zit even nadenken. Ja. Prieske, ja. En dat...
dan zoveel kritiek krijg ik meteen. Dat die, ook daar, man, hebben die ook al ontkomen. Ja. Geef die man even de tijd. Tijd, man. Ja. Dat zei je mooi. Hebben we de tijd, jongen. Ja. Geef hem gewoon even de tijd. Ja. Is dat dan meteen er alweer bovenop? Ja, en dan naast en vergelijk je met Slot. Ook, dat vergelijk denk, met Slot dat direct. Dat niet. Kunt ook niet, ik snap. Maar het gaat ook weer snel de andere kant. Ja, maar weet je hoe het komt? Omdat, weet je hoe het komt ook, Björn? Omdat een seizoen natuurlijk, kun je ook een kampioenschap kun je ook verliezen al aan het begin. Hè? Ja, nou hebben en. Ze al gedaan ook nu. Dat, nou denk, dat denk ik wel. Maar is, het is ook niet erg. Het is overkomen nee, leed. Helemaal niet. Als je tevreden bent met een tweede plek, is het ook niet erg. Maar zie je, gebaartje erbij. Gebaartje erbij. Hij moet wel de tijd krijgen. Hij moet de tijd krijgen. Maar hij moet wel kampioen worden. En met goed voetbal. En uiteraard met goed voetbal. En elke wedstrijd ook, hè? Nee, maar dit is mooi. Ik vind het, ja, het zo is, werkt het. Ja. Het is een, maar het is een goed... hij viel me sowieso al op, na die interviews ook. En ook Martijn heeft hem groot geïnterviewd en... En dat heel maakt persoonlijk. Hele goede indruk. Ik vind het wel fijn dat dat werkt. Ja. Dat dus iemand die dus als mens gewoon... Het, dus als mens. Dat werkt, bij spelers werkt. En dat weet je eigenlijk ook. Ja. En dat hij dan ook weer zo zijn eigen manier van voetballen heeft. En het is goed voor het Nederlands voetbal, man. Het is mooi. Het is, was een geweldige week. Ja. En we moeten nog met AZ en Twente natuurlijk vanavond. Krijgen moeilijke wedstrijden wel. Ja, Tottenham Hotspur. Ik denk dat het heel lastig wordt. Maar ja, PSV om het brugje maar te slaan. Ja. Heb ik ook echt intens van genoten. Gewoon. Ik ben dolblij met het punt. Maar ik kijk wel, ik ben natuurlijk niet PSV'er, maar ik keek omdat ik wel voor PSV ben in zo'n situatie. Van Nederlands voetbal, natuurlijk. Ja, nee, en het voetbal wat ze laten zien, wekt gewoon sympathie. Maar je ziet ook wel heel veel mooie, grillige buitenspelers. Dat vind ik heel mooi. Die Barcola heb je gezien, Dembele heb je gezien. En Lang, en zo van dat soort spelers ook wel echt genieten. Je hebt het over die jongens van Paris natuurlijk. Ja, en Lang, ja, maar ja, pakken je ook iets minder. Lang was... Bedankt voor het bruggetje, Stuart. Ja. We gaan het wel over hebben. Het was natuurlijk een waanzinnige wedstrijd om naar te kijken. Ik ging kapot. El is op een gegeven moment naar bed gegaan. Die trok het echt niet meer. Die moest ik vroeg op de volgende. Ik zat alleen mijn coach hier nog. Nou. Vertel jongen, neem ons mee. Het Bos, ik moest er heel erg om lachen. Ik hoorde dat hij gezegd had. Dat zei een van die vrouwke die dat interview deed. Die zei in de catacomben zo. Paris weet ook weer waar ze staan. vond ik heel komisch. Want als je gewoon met 8-1, 8-2 zakken van maken op je flikken krijgt, dan kun je er echt niks van zeggen. Weet je wat zo grappig is? Jij zegt dit nu, hè? Noah Lang die scoort. En ik tik... Wereldgoal trouwens. Gaan we zo over hebben. Ja. En ik tik in de Twitter, tik ik in. Of X heet dat ding. Je volgt een beetje die wedstrijd en je af en toe post je wat op social media ook. Dus ik zet geheel tegen de verhouding in. Komt de PSV op een 0-1 voorsprong. Geweldige actie van Noah Lang. En PSV lijkt een beetje iets meer grip te krijgen of zoiets. En dat was na een half uur ja, of zo. Nou, ja, dat is precies stuurde iemand een reactie onder. Geheel tegen de verhouding in. Man, moet dat er nou bij? Zo van, je kun je ook weglaten. Nee, ik kan het niet weglaten. Ja, als je had dat toen al met 3-0 achter kunnen staan. Ja, dat zei Bos dat trouwens ook. Hè? Dat gewoon ja, daar ontkom je niet aan. En waarom het, en met name de tweede helft hadden we... En begrijp me niet verkeerd, hè. Want er is, hoewel ik moet zeggen... Er gingen ook al een paar dingen mis. Dat ik dacht, Jezus. Ik vond dat moment met Boskagli dat hij die vrije trap op dingen nam, heel kort. En die weer terug. Ja. En dat ik denk, dat toen niet... zei ik tegen El, als trainer zou ik echt helemaal gek zijn geworden. Als ik daar, ik werd hier al gewoon gek. Ik denk, hoe kun je... Want nogmaals, je weet, ik ben zo positief als ik kan zijn. En fouten, maar het gaat vaak in een split second. Dat is ook een mooie term. Een split second, dus dan snap ik het. En ik heb heel vaak dat ik denk, wordt er heel kritisch ergens op beoordeeld. Iemand ergens op beoordeeld. Ik denk, nou, zo simpel is het niet. Maar dit, je hebt er alle tijd voor. Ze staan gewoon op de minimale afstand die ze kunnen staan. Ja. En je denkt, zullen we anders even gewoon hier... Even gelijk gaan tikken. Spelletje. Je kunt dan zelf op goal, man. Spelletje niet weer. Ik denk, nou, dat kan ik echt niet. Dat kon er bij mij niet in. Maar aan de andere kant, je ziet hoe er... Met name Luc de Jong, ik zei op een gegeven moment tegen Alan van Basten, houdt ook terecht heel goed aan. Ik zeg tegen hij staat gewoon nou weer op zijn eigen 16. Hij is echt niet normaal. Hij staat gewoon nou weer in zijn eigen 16. Hij stond net nog daar. Ik weet niet hoeveel kilometer die man gelopen heeft, maar dat is echt... Dat is ook minimaal 18 geweest. Oh. Ja, en dat in 90 minuten. Maar ja, dat...
En dan, kun je zeggen, en er is een wezen ook, hey, werken kan altijd. Maar Van Basten zei ook, kijk, hier is Sabari. Hij zegt, je stopt gewoon. Ja, hij stopt gewoon. Maar ik denk dat het was omdat hij echt niet meer kon. Nee, daar is het, was het ook. Hij kon niet meer. Hij kon niet meer. Maar dat bedoelde Van Basten denk ik ook. Dat die Luc de Jonge steeds ook, hij is de oudste. Hij zegt, zo fit. Dat is echt, dat is ongekend wat die, ja, hoe belangrijk die is. Maar vooral de tweede helft heb ik geen moment gehad. Want ze maakte 1-1 en ik zei, ja, het is gewoon terecht. Het was gewoon terecht. En ik zat heel op die klok te kijken, ik denk, komt geen eind aan. Ja, dan gaat het langzaam, hè? Ja, heel langzaam. Want je hebt ook wel eens dat je... dan is het nog 10 minuten. En denk ik, nou, we hebben het dusdanig wel onder controle. Misschien dat ze nog 1 kansje... Maar ik dacht hier met 10 minuten. Ik denk, ja, god weet hoeveel kansen ze nog krijgen. Want we hebben geen moment... echt defensief dat ik het hier dat we onder controle goed stonden. Nee. We kregen dat op de een of andere manier en ik moet ook heel eerlijk zeggen, maar dat heb ik al vaak gezegd, ik zie dan ook de oplossing niet, hoor. Nee. Ik kan dan niet zeggen, oh, als je die nou gewoon even daar zet. Nee, maar die zie ik dan ook niet. Het was wel een beetje logisch, even los van de kwaliteiten van Paris Saint-Germain, want die zijn buiten kijf natuurlijk. Over kort combinatievoetbal gesproken. Tot de afronding. Tot de afronding. Luis Enrique, die wil ook altijd graag kort combinatievoetbal spelen. Maar PSV, even daarover dat jij over die controle. PSV miste Veerman, ja, Schouten, precies. Dest, Lozano, Perisic, Kasdorp. Ja. Dat is veel, hè? 6 is veel, precies. Hè? 6 basisspelers, hè? Nou, ja, precies. Want daar is het ook. Je zit en Perisic mag dan niet meedoen omdat hij niet ingeschreven is. De rest geblesseerd. Ja. Ja. Dus het is allemaal goed te verklaren. Want ik zei ook van tevoren in alle eerlijkheid. Ik zeg, we zaten hier te eten. Ik zeg, ja, ik hou mijn hart vast. Want ik ben bang dat we echt een pakslag gaan krijgen. Ja. Nou, daar had iedereen een beetje rekening mee gehouden. En dat was in wezen, als ze de kans hadden afgemaakt, hadden we dat ook gekregen. Ja, nou, dat is het realistische verhaal. Dus voor alle gelovigen onder ons, mogen onze lieve heer op onze blote knieën danken. Dat we daar nog een puntje hebben meegenomen. Wel een ongelooflijk strijdend PSV gezien. Vechtend, strijdend, tot op het laatste. Nee. Daar zit de waardering ook. Ja, ook omdat je vaak wel ziet dat als wij met Nederland, ik bedoel wij Nederlands ploeg, als we het voetballen niet meer kunnen, dat we dan uiteindelijk toch verliezen. Dat we dan door de hoeven zakken ergens een keer. En dat had nu ook gekund vanwege alle kansen. Maar ze zijn wel blijven strijden, vechten tot het alle laatst. Dat klopt. Maar daarmee hebben we niet gelijk spel. Nee, daar kun je eigenlijk... Het is ook de goede reddingen van... Van Benitez. Maar ze hebben kansen gehad waar wij verder geen enkele invloed op hadden qua tegenhouden. Dat ze mijn huis ook overschieten. Of op de lat zo. Ja, of dus dat je echt kunt zeggen, ja... Want dat dacht ik toen op een gegeven moment ook. Dacht ik op een gegeven moment ook, zoals ik tegen Lissabon dacht, als we deze niet gaan maken, dan gaan we er een tegen krijgen. En toen ik dacht, als zij die niet gaan maken, dan kunnen wij hier zomaar 1-1 vast gaan houden. Vrouwen Fortuna was erbij. Laten we het, ik zeg tegen coaches, nou, ik denk niet dat ik meteen kan slapen, hoor. Oh, sure. Ja, ik vind het toch bijzonder, want... Bij de 4-0 van Arsenal bijvoorbeeld was je positiever eigenlijk dan bij dit 1-1 gelijkspel. Ja. Ja. Eigenlijk wat Peter Bos als trainer ook wel eens doet. Als het goed gaat, even de andere kant op en andersom. Ja. Gaat het ook niet omdat je... Ik zeg, ik ben dus geen PSV-supporter, maar ik had er nou niet echt een heel hard hoofd in dat ze dat puntje... Ja, ze kwamen met een paar voorzetten op een gegeven moment. Het was wel dreigend, maar ik was ook weer niet... Ik had er op zich wel gerust hard op in dat het gelijk wel over de streep werd getrokken. Ja, nou ja, maar ik denk dat jij, omdat ik meer supporter ben, ben je al gauw wat meer ongerust en je denkt, je zit wel meer als neutrale toeschouwer te kijken. Dus dan denk je, maar op een gegeven moment dan denk je, dan met die bal die voor lang schoot, denk je, hoe vaak ik wel niet, heb ik gezegd. Maar ze hadden 26 doelpogingen. 26, klopt. En PSV... 7. Zoiets. Maar wel een... Ik moet zeggen... echt niet doelgericht, vond ik. Gewoon Paris, niet. Nee, maar... Ja, ze missen scherp in de afronding, dat was het eigenlijk. Ja, maar die ene, de eerste helft die overschiet, dat zijn wel echt grote kansen. Ja, dat is een hele grote kans. En dat zag Dembele je was dat. Dembele op de lat. Op de lat, maar ook een die overschoot. Ja, nou ja, die situatie met Boskagli, die mag er in wezen ook wel in, hè? Ja, maar ja, ik had gewoon kunnen winnen, toch?
Ja, je had ook dus, ja, nee, je had ook kunnen winnen. Ja, goed zeker. Stil. Ja, nee, ik bedoel... Nou ja, want hij had hem volgens mij, hij had hem gezien. En hij had die gast, die Marquinhos die had niet gezien. Verwacht dat hij zo snel zou zijn. Nee, hij had Marquinhos niet gezien. Nee, hij had er eentje gezien. Marquinhos die kwam de baat, hij niet gezien. Dus die keuze was helemaal niet zo gek, hoor. Maar Guus, die zei na afloop, want hij zat bij de persconferentie. En dat vond ik wel mooi. En hij zei, ja, ik kreeg later te horen dat het buitenspel was. Dat verzacht de pijn iets. Kijk, dat zei hij. Ik weet niet of het zo was, maar ja, hij zei het wel. Goed kunnen, want hij zei, hij heeft er iets voor, volgens mij. Maar dat was natuurlijk wel een moment. Van tevoren ga je dus nadenken. Hoe buitenspel, kan... dat hij zelf buitenspel stond? Ja, nee, dat kan niet. Nou, dat kan wel. Dat was een doorkopbal van Luc de Jong. Dat was een lange bal van Luc de Jong. Lange bal op Luc de Jong, die kopt hem door. Even heel snel, ja. Voor die 1-1, nee, voor die penalty die ze eerste instantie kregen. Gaven. Ja. Vlak daarvoor is die bal gewoon echt, ik denk een half meter uit op de achterlijn. Ja, dat dacht ik al, ja. En in de hele regie wordt helemaal niks laten ze terugzien. In het stadion dacht ik ook, die is uit die bal. Die was echt een half meter over de achterlijn. Dat vind ik dan onbegrijpelijk. En dan laat je toch even terugzien. Ja, nee, dat dus die penalty, denk ik, zal het niet waar zijn. Want dat was wel duidelijk geen penalty, hè? Nou ja, vanaf waar ik zat, ik had trouwens een geweldige plek. Maar ik kon dat moment niet zien, maar ik had een schermpje voor mijn neus. Dus daar kon ik de herhaling zien. In de eerste instantie denk je, nee, ben je zo ver gekomen en dan krijg je hem op deze manier nog om de oren straks, weet je wel. En dan raakt Boskagli die bal dus toch. Dat is een prachtig, prachtig, prachtig tackle. Ja, Boskagli had een paar zwakke momenten, zoals wat ik net aan had. Maar ook die goal, die onderschepping. Maar waar ik niemand over hoorde, dat balletje wat Sabari geeft, dat is zo eenvoudig. Maar er zijn zoveel spelers die als ze hem krijgen even met links meenemen. En dan ga ik... Die bal van Sabai is echt... Die heel erg onderschat. Dat is een heel goed balletje dat hij meteen meegeeft. Meteen door. Het ziet er zo simpel uit. En het wordt mensen omdat het zo logisch eruit ziet. Maar gaat daar mis. Als spelers hem krijgen en dan met links meegenemen en dan eens gaan kijken. Had je al gezien? Hier heb je hem. Nou ja, dan heb je bij Noah Lang, want hij schiet hem echt heel goed binnen. Nou, laten we Lang dan maar bij het beestje bij de naam noemen. Noah Lang. Ja, jongens, hij is er weer, hè? Hij is er weer. Hij was er natuurlijk al tegen AZ. Speelde hij een hele goede eerste helft. Wat ik fantastisch vond van Bos. En terecht dat hij er een vraag over krijgt. Hè? Laat ik dat voorop stellen. Want ja, dat is ook de taak van de journalist om, als je een vraag hebt over iets, om het te kunnen stellen. Over iets wat wel... enige duiding behoeft. Noah Lang maakt een goal tegen AZ en hij loopt zo weg. Zo. Ja. Nou, dus logisch. Vogeltjes dans. Het is. Denk ik. Dat denk ik dan aan. Dit is serieus bij 50 keer gedaan, hè? Brian Linssen. Jens Torstra. Ik zou hem even opzoeken, maar. En de commentator ook. En hij viert het doelpunt als een kip. En ik weet ook niet waarom. Ja, ja, dit was op een andere manier gevierd. Maar Bos kreeg daar een vraag over. En dat vond ik sterk van Bos. Want Bos had hem gewisseld na één helft. En ik dacht al wel meteen van, nou, die gaat spelen tegen Paris Saint-Germain. Hij had gescoord. Hij had een goede eerste helft gespeeld lang tegen AZ. En die beweging gemaakt. Dus hij kreeg een beetje... Bos kreeg de vraag van de journalist. Wat vind jij daar nu van? Weet je wat hij zei? Ja. Ik vond dat Noah Lang fantastisch speelde. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel mooi. Dat hij niet... Maar, nee, niks maar. Hier stopt het, zei hij. Ja, hier stopt het. Niks maar. Niks maar, hier stopt het. En dat deed hij natuurlijk ook met het oog op het feit van... We moeten tegen Paris Saint-Germain. Noah Lang komt ergens vandaan. We zitten er weer tegenaan. Hij had al gezegd van... op trainingen heb ik weer gezien... Zowel bij Karsdorp als bij Lang, wat ze kunnen. Dus hij wilde hem gewoon daar in Parijs... Op dat grote podium in Parc des Princes. Hoe vijandiger... Hoe liever Noah Lang het heeft. Dus ik zou zeggen tegen iedereen die tegen PSV moet... Fluit hem vooral uit. Nee, geef hem applaus en bewier ook hem vooraf. Want als je hem boos maakt, dan krijgt hij brandstof. Dat pakt hij. Maar hij deed het ook. Het had te maken, heb ik me laten vertellen, ook met zijn nieuwe track. Met zijn nieuwe clip. Damage. Of niet, Sjoerd? Zeg ik dat goed? Ja, de Ronnie Flex. Volgens mij komt hij morgen uit inderdaad met Ronnie Flex.
Oh, bijzonder. Ronnie Flex echt als je vriendin elkaar gerost. Dus dat is niet, hoor. Nee, nee. Dat is een andere. Leeuw Kleine. Oh, was ja, dat? Met die autodeur. Ja, die heeft de autodeur dicht deed. Nee, Ronnie Flex niks mee te maken. Sorry, Ronnie Flex. Leeuw Kleine. Hele flexgozer is dat. Maar dan heeft hij dus een nieuwe track mee. Ja, klopt. Maar Damage. Ja, Damage. Maar Ronnie Flex is een enorme Feyenoorder. Dus ik vond het wel opvallend. Goed duo dan, toch? Ja. Verenigd, dus toch leuk. Ja, maar goed, dat had het daarmee te maken ook, die bewegingen. Want hij deed het weer inderdaad, hè? Ja, het gaat over... Ik heb het in het stadion niet gezien dat hij dat deed. Nee, ja, het gaat een beetje over dat iedereen praat, maar hij het moet doen. En dat is natuurlijk zijn leven. Dat is wat het is. En mensen vroegen ook aan mij, wat vind jij daar nou van? Ik zei, ja, weet je wat het is? Het heeft geen zin om daar iets van te vinden. Nou ja, want als je hem haalt om zijn voetbalkwaliteiten... Dan weet je ook dat je dit erbij krijgt. Het hele pakket ging het over, toch? Het hele pakket is het. Ja. En ik vind het ook niet heel. Ik vind het ook dat niet heel zegt, spannend. Ja, we hebben hem gekocht, maar ja, hij doet het gewoon helemaal verder buiten. Dus niet helemaal pakket, dus we missen wat onderdelen. Nou ja, hij doet in ieder geval niet wat anderen doen. Of natuurlijk. Hij doet niet wat anderen zeggen dat hij moet doen. Maar moet het ook, daar is het vooral. Daar wordt dan meteen weer zo'n ophef over gemaakt. En dat was leuk, want ze probeerden daarbij Van Basten ook toen die goal had gemaakt. En die ging daar, stapte er ook meteen overheen. En die zijn gewoon meteen over wat voor de actie die hij maakt. En dat hij een speler is die het verschil maakt. En daar is waar het over moet gaan. Wat maakt dit uit? We weten niet eens wat het precies betekent. Nou, ik denk misschien met die clip. Ja, praatjes. Iedereen praat. Ja, dat is het dan. Nou. Ja. Nou, en je hoopt natuurlijk als club wel van... Nee, maar het AZ-publiek dacht dat het naar... eruit krijgt. Maar AZ-publiek dacht dat het naar hun... Dat snap ik. AZ-publiek heeft hem de hele tijd uitgefloten. En dan doet hij dit. Ja. Maar dan lijkt het dus alsof het naar het AZ-publiek... Toen, maar hij zei al gelijk... Luc de Jong haalde hem weg. Ja. Maar toen zei hij al gelijk tegen Luc de Jong, het is niet naar het publiek. Ja, maar het heeft dus te maken met dat iedereen lult. Memphis. En dat klopt ook wel. Iedereen lult ook over hem. Ja, dat weet u. Ja, iedereen in al die paar programma's. Memphis deed zijn vingers in zijn oor. Toen dacht iedereen ook van, oh, het is naar de media. Maar dat was dan voor zijn stichting. Ja, kijk je... Stichting vinger in de oor. Nee, in Afrika volgens mij. Heeft hij dingen opgezet. Ja, dat weet ik wel. Maar dat is het logo zelfs. Nee, uiteindelijk is het allemaal personal branding. En ja, maar je kan natuurlijk wel... Ja, die jongens zijn echt wel slimmer dan wordt gezegd. Ze weten echt wel dat mensen dan denken dat het wel over het publiek gaat. Exact. Het levert een beetje ophef op, maar daar gaat hij best wel goed weer daar op. Daar gaan ze goed op, ja. En dat is, hou je hetzelfde ook weer een beetje in stand. Nou ja, daar snij je wel een terecht punt aan. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Gaat het ook ontwijken? Ook met Hakim Ziyech heb ik daar wel eens over gehad. Die haalt brandstof uit controverse. En dan gaat hij beter voetballen. Als je dat nou niet nodig hebt, ben je nog beter. Ja. Als je het niet nodig hebt, als je gewoon intrinsieke motie... Weet je wie dat had? Want ik wil even de brug maken. Dan gaan we straks weer terug naar Noah Lang. Want ik wil nog even over die goal. Malik Tilman. Die krijgt dan te horen van Bos. Luister, Veerman is er niet, Schouten is er niet. Ik ga denk ik met 3 aanvallende middenvelders voetballen in Parijs. In Parc des Princes. Tegen de hele goede tegenstander. Ja. En jij staat op 6. Controlerende middenvelden. Zet hem op, hè. Succes, jongen. Toi. Het is 90 minuten plus nog wat. Het gaat lang duren. Maak er het beste van. Ja, zet hem op. Maar wat speelde die goed, man. Die speelde echt goed, hoor, Tilman. Die heeft die rol die nog nooit heeft vervuld. Nou, wat ik onder wedstrijd opgegeven tegen El zei, die jongen kan ook gewoon goed verdedigen nog. Hè? Ja, maar kan hij dus ook. Het mooie is dat als je de data kijkt van zijn spel, en dus vaker als linksbuiten en als aanvallende middenvelder, hij is de speler, sowieso bij PSV, maar ook in de Eredivisie die in de top staat, van de meeste balveroveringen in het laatste derde, in de laatste derde deel van het veld. Dus op de helft van de tegenstander en dan richting de goal. Hij ziet dat. Hij ruikt dat. Hij heeft een goede timing. En dus kan hij dat ook op het middenveld. Ja. Nou ja, dan moet je dan nog wel... Je staat toch wat anders. En dus dat voelt alleen al anders, die positie op het veld. Dus daar moet je dan wel eventjes aan wennen. Maar... Ja, dat is het grappige eraan voor zo'n jongen die zo technisch vaardig is. Hij had de meeste balveroveringen van PSV volgens mij. En eigenlijk ook een beetje het oog, dacht ik. Hij is zo rustig en voetbalt mooi rechtop, sierlijk. Maar het was ook in aanvallende acties. Dan zit er toch best wel wat venijn in. Ondanks dat hij heel rustig oogt. Maar dat is ook in zijn balverovering. Dus, ja, dus dat is heel... Dan is hij een roofdier. Dan is hij een soort roofdier. Dan zit hij dus gelijk... tussen, bovenop. Mooi gezegd, ja. Marco. Zo'n predator. En mooie kop erbij. Ja, maar ik zie dat ook. Die kop zie ik bij hem.
Dat ik dus, denk, kijk, dit is het moment, wap, dan pakt hij je. Ja, een soort roofdier dus. Ja, een soort... Predator. Luipaard. De leopard. Het oogt, een glaapert. Het oogt sierlijk. Dat kun je er ook van maken. Een glaapert, kleine glaapert. Ja. Het oogt sierlijk en ineens voef, is hij er. Ja. Ja, het is, ik vind het een prachtige speler om naar te kijken. Zeker. En die is dan buiten het veld, om maar weer terug te gaan naar al lang. Die is buiten het veld, is hij echt tegenovergestelde van de luipaard. Dan is hij gewoon heel rustig. Nou ja, een luiaard is hij dan. Als je kampioen wordt. Dat is. Eén keer in het jaar. Laat hij zich even. Vond ik wel mooi. Is het ook heel kort en krachtig. Ik vond het wel mooi om te zien hoor. Ja, ik vond het wel mooi te zien. Prachtig ventje man. Maar Noah Lang, hij is terug. En ik vind dat mooi, want ik had zelf ook geschreven van dat hij dit seizoen, na al die blessures, hij kan nog niet de belasting aan. Hij is er nog niet helemaal. Bos is voorzichtig met hem. Hij heeft nog niet gescoord. Hij uit zijn frustraties met het weggooien van een bidon of ergens tegen aanschoppen. En hij is bezig met een trek. Dus hij schitterde vooral buiten het veld en niet op het veld. En als je heel eerlijk bent, hè, Noah Lang in topvorm. Boah, wat een verschilmaker. Wat een prachtige voetballer om naar te kijken. En in Parijs, met dat vijandige publiek, kwam het even allemaal samen. Geef mij de bal maar. En ik zoek je wel op, jongen. En hij kijkt dan, over scannen gesproken, hij kijkt heel goed naar hoe het lichaam is gedraaid van de verdediger tegenover zich. En hij maakt dan even een beweging. Als hij dan ietsje ziet dat hij zo gaat, pats, dan gaat hij de andere kant op. Ja, maar ik vond vooral zijn afwerking. Hij stuurt die keeper wel echt gewoon... Die zet, want ik op het moment die aanhaalde, had ik ook het idee dat verhoek. Verhoek zou gaan. Ja. Maar dit was Overmarsje. Ja. Snelheid, bam, en hup, afwerken. Een Overmarsje. Ja, die heeft natuurlijk bij Eagles gevoetbald. Vandaar dat jij dan een robotje kunt noemen ook. Nederlands elftal. Altijd van binnen, van buiten, naar binnen, korte hoek. Toch? Ja, dat. Maar dat Robbe had dat ook. Nou, anders. Robbe schoot hem vaak in de verre hoek. Beetje Bakayoko doet. Die komt naar binnen en die schiet hem vaak in de verre hoek. Ah, daar zat ik nog over. Bakayoko, die heeft het moeilijk. Want dat is dan ook, hè. Die dingen kwamen... daar krijg ik me niet goed uit. Driewitsch. Ik ga het nog één keer. Ja? Swipe. Ja, die laten we even weg. Driewitsch. Driewitsch. Hey, ik krijg een go van Stuart. Driewitsch. Ik dacht toen hij klaar stond, ik denk, haalt hij Bakayoko eraf. Maar natuurlijk lang, want die kan nog niet zo lang... Dat is ook flauw, zeg maar. Ja, of ja, er is gewoon... Dat is gewoon een uur, is hij klaar. Ja, precies. Hij wilde hem eigenlijk niet afhalen, maar hij moest hem wel eraf halen. Dus dat is een beetje... Dat was ook, hè, als je zoveel spelers mist. Als iemand niet zo lekker in de wedstrijd zit. En die heeft het gewoon de laatste tijd. Dus het lukt hem gewoon niet. Bakayoko. Nee, ik heb daar met wat mensen over gesproken ook. Ook uiteraard met Bos. Maar weet je wat je dan ziet? En moet jij maar eens vanuit jouw voetbalcarrière even duiding geven. Wat ik zie, en dan mag jij verklaren of ik daar gelijk heb of dat ik het verkeerd zie. Als je kijkt naar Bakayoko, dan gaat het niet natuurlijk meer. Dus dan gaat hij iets verzinnen. Nou, dat is het. Nee. We zijn, en het mooie was... Dan gaat hij ineens naar binnen, terwijl hij naar die buitenkant moet, staan er twee man binnen, verliest hij tegen twee man. Hij is te veel aan het nadenken. Ja, te veel aan het nadenken. En is een jongen die vooral op intuïtie moet spelen. Ja. En dat is dus het leuke eraan. Die werd dus dinsdag geweest. En die nacht toen kwamen de jongens op hem thuis. Werd ik wakker. Toen ben ik eventjes uit bed. En meestal ga ik dan naar bed. En ga ik iets op Netflix even kijken. Mm-hmm. En toen kwam ik een hele korte docu tegen. Van een minuut of 25. En die ging dus over honkbal. Een honkballer bij Philadelphia. Nou zijn Philadelphia sowieso heel erg verbaal negatief publiek kennelijk. En ze hadden een aankoop voor, wat was het, 300 miljoen. Of dat zou die dan in de komende jaren hebben. Ik weet niet precies. Gaan verdienen zoiets. Precies. Was kennelijk een hele goede speler, denk ik. Hij sloeg veel homeruns. Ja, toen dus niet. Oh. Hij raakte niks. Geen pepernoot. Nee. Iedereen zegt, wat is met hem aan de hand? En dan zie ik beelden helemaal ernaast. En het was gewoon, het was helemaal niks. En toen was er dus een supporter. En die zelf ook altijd liep te kwijken en te doen. En het gaat meer, die docu, die is eigenlijk door hem volgens mij zelf ook in elkaar gezet. Bij de psycholoog zit, weet ik het allemaal. Maar daar gaat het niet om. Wat het om gaat is... Toen heeft hij een oproep gedaan voor de supporters voor de volgende wedstrijd. We gaan hem zeker niet uitfluiten. We gaan op het moment dat hij aan de slag komt, gaan we allemaal een staande ovatie geven. Energie, vertrouwen. Dus kijk, dat werd, vind ik mooi. Nou ja, dat vind ik mooi. Dat was ook wat gebeurde. Dat werd opgepikt door radiozenders en zo. En toen kwam hij aan de slag en iedereen ging staan. En ik kreeg ook meteen kippenvel. Ja.
En binnen no time is dat omgedraaid. En begon hij gewoon weer home runs te slaan. Hij heeft volgens mij een persoonlijk record verbroken. 14 home runs in zoveel wedstrijden. Catch a fles. In één keer begint hij en dan... Nou ja, dat. En dat toen dacht ik, ja, dat is... In de kritiek is het natuurlijk ergens, begrijp ik, want 300 miljoen en hij raakt niks. En dan kun je allemaal... Maar ja, je bent supporter om hem dan... Om te kijken, dat is mooi als je daarvoor me kijkt. Dus eigenlijk moet je bij Bakayoko eerst voor elke keer als je een bal krijgt, moet je allemaal beginnen te klappen. Ik ben benieuwd. Mensen gaan dit op. Ik hoop het, want wat kan gebeuren is dat ze jongen weer gewoon vertrouwen krijgt. En het is ook heel logisch, Björn. Ik bedoel, je bent zelf talent geweest. Dat als je even een gigantische piek hebt gehad, dan krijg je een kleine teleurstelling van je EK. En je hebt misschien niet te lange vakantie gehad. En je hebt niet de transfer gemaakt die je dacht misschien te zullen maken. Dat je even een dipje krijgt. Ja, en wat het vooral... Heb jij die wel eens gehad? Ach, jongen, dat is 12 jaar lang. Nee. Tuurlijk, ik wist dat je dat ging zeggen. Maar even dat je echt zo ging. En dat je ineens dacht van, het lukt me niet meer. Ik kwam op mijn... 18e toen bij de selectie. De Mos haalde me bij. Rijven stuurde me debuteren. Dat ging goed. Ik speelde toen... Ik bij de selectie kwam ook een goede voorbereiding. Maar ik gewoon lekker... En toen... onder Rijven ging het allemaal goed. Want ik voelde de vertrouwen. En toen kwam advocaat. En toen was dat weg. En toen voelde ik aan mezelf... Dan gaat het in je hoofd zitten. Dat je denkt bij alles wat je doet... Van, ja, dat zal toch wel niet goed zijn of zo. En dan ga je ook gewoon... Gekke dingen doen in het veld. Ja, ik ging dan vooral vaak te veel lopen doen allemaal. Overal mee vermoeien. Nee, ja, verkeerd lopen. Ja, gewoon, het lukte dan gewoon niet. Of dan zat ik gewoon niet lekker in je vel. En dat zie je bij Johan Bakker ook, dat hij verkeerde keus maakt. Ja, en vooral op zo'n positie waarin... Kijk, als verdedigende middenvelder kun je nog gewoon een beetje in zo'n wedstrijd knoten. Dus duel zijn gaan en een beetje slepen en sleuren. En dan kun je er wel doorheen... er doorheen komen. Hij is voetballend simpel houden. Maar van zijn jongen wordt er toch elke keer verwacht dat hij iets creatiefs doet. En als iets lastig te forceren is het creativiteit. Dat ontstaat. Je ligt s'nachts wakker en denkt, hey, shut the knock up. hetzelfde met jongens als Noah Lang. Dat zijn andere type... die jongens die varen op creativiteit en op een impuls. En die moeten vrij zijn in het hoofd, inderdaad. Precies, op het moment dat hij na gaat denken en... Ik moet het nu goed doen. Ja. Ik moet nu laten zien dat ik het wel kan. En je voelt ergens dat mensen er geen vertrouwen meer in hebben. Dan zakt dat allemaal weg. En dat is... Wat we het net over hadden, bijvoorbeeld bij Feyenoord, loopt in eerste instantie en dan in één keer wel. Ja, dus leg het maar uit. En dat is, soms is het en dat is waar je eindeloos over door kunt lullen, want daar ga je nooit helemaal uitvogelen. Nee, wel dat is zo. Het is gewoon moeilijk te vangen. Maar het zou mooi zijn dat als je bij PSV op het moment dat Bakayoko die dan begint te klappen, dat die jongen in één keer vertrouwen gaat krijgen. Allemaal staan, Bakayoko staan, onvaardig. Ballencontacten gaan niet. Staan, dan wordt het net alsof je in de kerk zit. Hè? Staan, zitten, staan, zitten. All right! Dat is weer de rechtbank, hè? Ja, de rechtbank. Dat is weer iets anders. Als Bakayoko dat eentje door de megafoon, all right! Maar gewoon dat je voelt van stadion helft. Liefde. Liefde. Dat zei die supporter. Dus geen, hoe noem je het? Geen haat, maar liefde. Nee, hij zei liefde heeft hij nodig. En dan geen ding is liefde, maar liefde. Dus echt liefde. Ja, maar dat je hem echt ondersteunt. Ja. En dan zie je wat er kan gebeuren. Nou ja, goed. En Bos is een van de mensen die zich niet druk maken. Uiteraard kreeg er ook weer vragen over Bakayoko. Hij zei, nee joh, dat hoort er gewoon allemaal bij. En hij is nog zo jong, hij is 21 net. En hij... heeft dat niveau van vorig jaar heeft hij laten zien dat hij dat heel lang vol kan houden. Hij is nooit geblesseerd, dus hij werkt heel hard om zich gezond en fit te houden. Dus dan komt dat vanzelf weer. Ik had het idee ook, hè, dat zei ik ook tegen onszelf, dat hij te veel staat te denken. Hij, defensief heeft hij ook momenten dat ik denk, hij weet even niet wat hij moet doen. Staat hij even, soms zie ik hem zo kijken van... Dus je ziet hem letterlijk denken, in plaats van dat je meteen op een automatisme doet wat je moet doen, wat hij natuurlijk gewoon kan. Hè, wat hij gewoon, dan zie ik hem kijken en dan had de tijd terug ook, liep je gewoon de verkeerde kant op eigenlijk. Weet je, ik weet niet welke wedstrijd dat was. In plaats van dat je naar binnen kneep, met die steekbal. Welke wedstrijd, nou maakt ook verder niet uit. Nee, maar dat doet hij dus net het tegenovergestelde van wat hij zou moeten doen. Ja. Omdat hij aan het nadenken is. Ja, dat denk ik dan, ja. Noah Lang is er in elk geval doorheen. Ja, dat is fijn. Bakayoko nog niet. Die komt ook wel weer. Die komt wel weer op de terugweg.
PSV heeft in Parijs een puiken prestatie geleverd. Nog een aantal mensen eruit. Een puik resultaat gehaald. Puik resultaat gehaald, ja. Nou, en ik vind gezien de afwezigen vind ik het ook knap. Kijk, Paris Saint-Germain was beter. Paris Saint-Germain had een grotere kans en had moeten winnen. Misschien is het een gestolen punt, laat ik het zo noemen. Maar tegen Sporting kreeg je misschien twee te weinig. Ja, dat klopt. Nou, dan levelt dat. Nou ja, dan had ik liever gehad dat we tegen Sporting gewonnen hadden. Ja. Dan hadden we een punt meer gehad. Is wel zo. Doe de maat. En dan was ik niet eens zo heel goed in wiskunde. Nee. Maar het is, dit was maar dat goed, krijg ik zelfs uitgerekend. Vingertjes tellen. Eigenlijk. Ja, komt helemaal goed. Ja. Maar goed, dat is misschien een gestolen punt. Aan de andere kant toch een knappe prestatie. Als je dat dus zo over de streep weet te trekken. Benitez, wat ik kon het niet goed zien vanuit het stadion, maar dat zag er niet goed uit. Nou. Die goal dan heb ik het over. Ja, maar nee, ik vond hem heel goed keeper. Ja, hij keepte fantastisch verder, maar die goal. Wat gebeurde bij die goal? Nee, ja, dat staat sowieso, volgens mij stond Dams een beetje in beeld. Dat ding zwabbert. Door zijn benen? Ja, maar dat... Ook dat gaat, van ver. Dat gaat, ja, maar dat gaat zo snel. Wie pakt hem nou? Ik heb s'nachts ook nog even een stuk Real Madrid. Ja, Dortmund. Dortmund zitten kijken. Vinicius. En die keeper van Real pakte volgens mij. Er zat de kat voor de shoot. Zou je die even binnen kunnen laten? Kijk, staat hij te kloppen. Een drukte maar. Ja, we hebben je gezien, jongen. Doe maar rustig. Je kunt ook boven je het raam naar buiten, hè? En die ging ook bijna door zijn benen, maar het gaat net goed. Via ene been, andere been weg. Zo dicht ligt er bij elkaar. Ik vond dat echt geen fout. Hij redt uiteindelijk een punt door ze in diepe blessuretijd nog die bal weg te werken. Hij heeft al een paar hele goede ballen gepakt, hoor. Ja. Ik vond hem heel sterk keeper. En die golden, maar ik dacht ja. Dat valt heel lullig. Die ballen zwabberen ook. Hij kreeg van ons ook met cijfers ook een ruime voldoende. Nou, daar zou hij blij mee zijn geweest, denk ik. Walter. Dat zijn vrouw zegt, nou Walter, toch van de VE weer een dikke voldoende. Weet je wie ook een dikke voldoende? We gaan lekker uit eten vanavond. Weet je wie ook een dikke voldoende, weet je wie ook een dikke voldoende kreeg? Scheidsrechter. Matteo Dams. Ja. Als jij van tevoren had gezegd, Matteo, we gaan aan het seizoen beginnen. Jij bent centrale verdediger van Jong PSV. Maar je staat wel als linksback in de basis tegen Paris Saint-Germain, tegen Juventus en tegen Sporting. Ja, die jongen die maakt toch iets ongelooflijks mee? Ja, en daarnaast, want er waren momenten dat je ziet, die is zo snel. Want dat is ook wat me dan, dat zie je gewoon bij de echte Europese topclubs en PSV. Je hebt gewoon op heel veel posities jongens die simpelweg sterker en sneller zijn. En dat was tegen Paris heel goed te zien. Die jongens, nou ja, ook zo snel. Dat waren twee momenten dat Dams, ja, dat is gewoon voor een normaal mens bijna niet bij te houden. Maar als je dan ziet hoe die dat af en toe positioneel en in zijn, vooral in de beginfase, dat ik denk, ja, die jongen doet dat echt heel erg goed, hoor. En je krijgt alle vertrouwen van Bos, hè? Het doet omdat hij ook aan de bal geen gekke dingen doet. Nou ja, had één moment dat hij hem... Goed, dat is Champions League niveau, maar in de Eredivisie bijvoorbeeld, op dat rare rode kaart moment na. Maar verder doet hij alleen maar hele normale... Ja, maar je gaat wel krijgen, dat is zeker, wat we daar hadden we het laatste over, hij maakt... En dat is het grote verschil natuurlijk met Dest. Ja, die gaat op avontuur. Maar die jongen weet heel goed. Hij kiest vaak voor die zekerheid, wat gewoon een hele goede keuze is. En misschien heeft hij aanvallen nog meer te brengen dan we nu zien, dat weet ik niet. Maar het is ongelooflijk knap wat zo'n jongen. Dat gaat snel, jongen. Ja. Het is, die stap is, dat is, die is, dat is zo'n groot verschil. En zeker tegen die topclubs. Ja, joh. Dat wat ik ook al zelfs toen wij tegen Man United speelden, ja, dan merk je echt het verschil. Als die jongens gas geven, gaat het zo snel. Ja, en die kunnen dus gas geven vanwege de kwaliteit die ze bezitten. Het is gewoon puur technische vaardigheden, snelheid. Maar ook snelheid en fysiek. En fysiek. Ja, dat is bij die grote clubs die jongens zijn. Maar ik vind het dan wel mooi om te zien dat Feyenoord gewoon in Lissabon daar wint. Dat PSV met vechten een punt mee naar huis neemt. Tuurlijk gaan we gaan het gat naar die top niet goed maken in de Champions League. Maar het is ook niet zo dat we gigantisch ondersneeuwen of zo. Nou Marco, je moet echt nogmaals, die wedstrijd tegen Paris, daar hebben we gewoon echt geluk gehad. En ik heb ontzettend veel bewondering over hoe hard er gewerkt is.
Maar nogmaals, we moeten daar wel eerlijk zijn. Als Paris gewoon... Ja, 3-1, 4-1 win, dan... 3-1, 4-1, dan ben je mild nog. Ja, ben je mild. Je hebt echt... Twee, laat ik er 4-2 van maken. Ja. Ja. Een goaltje van Til had nog. En dan praat ik iedereen anders. Dat valt me dan ook op. Want dat was... Dat bedoel ik weer over Arsenal. Die hadden qua kansen, die hebben ook wel een paar mogelijkheden meer gehad dan de goals die ze gemaakt. Maar dat waren die tweede helft, hebben ze eigenlijk een kans gehad tot die 4-2. Hè? Of wat was het, die 4-0? 4-0, ja. En die schieten ze fantastisch binnen van buiten de 16. We hebben het hier, Paris heeft kansen gehad, allemaal binnen ja, de 16. Dat ging wel grappig. Feyenoord had het ook tegen Leverkusen 4-0 verloren thuis. En er zat ook meer goed in nog dan mensen zeiden inderdaad. Ja. Pierre van Hooijdonk zei, Feyenoord kan beter stoppen met de Champions League. Ja. En nu zijn niks te zoeken in de Champions League. Hey Pierre, ja. 6 punten. Ja, ja, zo gaat dat. Ja, ja maar ja, zo gaat het. Het zijn wel leermomenten. Goede, hele harde, goede leermomenten. Ik vind, als mensen, als je daar zit om daar iets over die wedstrijd te zeggen... En daar heb ik me al vaker over opgewonden. Dan denk ik, het is scorebordjournalistiek. Dat is al heel oud. En de podcast van VI, hè? Daar hebben we het al heel vaak over gehad. Hele goeie. Wat? Scorebordjournalistiek, een podcast van VI ook. Oh. Nou, hele goeie. Sjoerd doet het regelmatig. Dan moet het wel goed zijn. Dan moet het wel heel goed zijn. Een dikke voldoende zou ik er dan als luisteraar voor geven. Maar het was inderdaad Ko Adriaans. Die moet de credits hebben. En daar is het dan. En dan denk ik, ja, maar daar ziet iedereen wel. Oh, 4-0 en niet goed. En dan is het ook meteen helemaal... Terwijl ik denk, ik zag daar meer goede dingen gebeuren in wezen dan ik tegen Paris heb gezien. Ja. Qua druk zetten... Wij hebben bij Arsenal uit toen een paar momenten goed, hadden echt goed druk zetten. En daar hebben we hebben een paar goede kansen. Of, die van Til met name. En de eerste helft hadden we ook nog wel redelijk... Na 20 minuten begon PSV, ik zag het. Na die 1-0, toen hadden we even, toen waren ze bij Paris even de weg kwijt. Toen hadden ze even niet helemaal dacht ze, oh, wacht even, dat was niet de bedoeling. Dat ging op zich niet slecht, maar ik was wel al blij toen ze afvloten voor de rust. Want toen begon het wel alweer een beetje spannend te worden. Wat PSV heeft in de Eredivisie, dat heeft Paris Saint-Germain in de Ligue 1. Paris Saint-Germain heeft altijd meer dan 70% balbezit. En ook tegen PSV, die eerste fase hadden zij 70% de bal. En gaandeweg de eerste helft zag ik het naar elkaar toe bewegen, waarbij ze wel de overhand hadden. Uiteindelijk is het geloof ik 51 om 49 geworden of zoiets. Of 54 om 46, ik weet niet meer precies. Ja, maar het ging van 7. Viel wel mee. Maar de eerste fase werden ze echt wel weggespeeld, PSV. Ja. En na kwartier, 20 minuten zag je ook dat PSV toen ze aan de bal waren, dat ze ook konden gaan voetballen. En dat is ook wat Bos wil. Hè? Ja. Bos wil niet alleen maar achteruit lopen. Nee. Dat gebeurde de tweede helft dan wel. Maar... Ja, de tweede helft ben je eigenlijk niet meer aan voetbal toegekomen. Maar dan heb je met Luc de Jong dus wel dat wapen waardoor die kans uiteindelijk ontstaat. Ja, daar is het. Want daar verbaas ik me over dat Paris wat dat betreft toch een paar keer toch wel ook slordig was, hoor. Ja. Ja, die waren af en toe ook echt slordig. Dat ik dacht... zoals bij die goal van ons... Heel goed gedaan natuurlijk door Boscagli. Ja, maar dan die dekt goed door. Die maar er was nog een keer zo'n moment dat ik denk... En die jongen moet nou wel weten van dat hij in zijn rug zit, toch? Ja. Ja. Bij zo'n club, dus dat viel me op. Maar ook gewoon de credits naar de spelers van PSV, dat ze dat goed deden. Alleen... En de credits ook naar de trainer, die van tevoren had al aangegeven van als Hakimi... Want als ik nou van één iemand genoten heb, hè, dan is het wel van die rechtsback, hè. Ja, ik ben te veel supporter om er echt van te kunnen genieten. Nee, maar als je nou praat over absolute top en dat 90 minuten lang een constant niveau vasthouden, dat was hij. Hij bleef maar gaan. Hij had de fysiek, hij heeft de snelheid, hij heeft de paas, hij heeft het overzicht, hij is hard. Ik vond hem echt geweldig. Ja, maar dus nog meer krediet ook voor zo'n Dams. Ja. Dus je hebt niet alleen die Dembele die voor je voeten doen, maar die komt dan ook nog af en toe aangedenderd. En Bos die zei wel, Bos zei wel tegen Lang, een beetje Cruyffiaans ook. Hè? Cruyff zei ook van als je twee hele grote verdedigers hebt, centrale reders, dan moet je waar een spits geen kan, moet je misschien geen spits opstellen. Dan stel je gewoon En in dit geval zei Bos tegen Lang van, als je Hakimi gaat, ga je niet mee. Nee. Want heel veel trainers hebben het liefst plichtsgetrouwe buitenspeler die dan meeloopt. Jij blijft. Ja. En dat was ook net wat er gebeurde. Dan kreeg Lang net even de lucht en de vrijheid om in die ruimte te bewegen. Ja. En als je dan ziet hoe hij dat benut, dat was echt genieten van hem. Ja. Ja. Maar ik wist niet dat dus Bos ook daar gezegd had. Maar dat is wel, voor de wedstrijd had hij het ook al aangegeven. Van, hij mag niet mee, hij hoeft niet mee. Dus dat was ook dat is weer een beetje terug naar de oude tijd. Ja. Maar wel slim, want het levert ook iets op. Het levert gelijk iets op.
En als je defensief enigszins kunt opvangen. Over Bos gesproken? Ja. Hij is er weer, hè? Ja, maar dat is toch wel wat daar toch... Ja, eerst kreeg je dan een wedstrijd, zegt de LA, dat is juridisch toch niet te onderbouwen. Want dan kun je het er nooit, dat houdt er nooit stand. Maar kennelijk gelden voor de KNVB andere wetten dan voor normale mensen. Dat is toch helemaal niks, dan hadden we voor een keer al niks geks. En dan, ja, en dan blijft het toch verbazen. Ja, maar hij heeft het, uiteindelijk heeft hij zeg maar een soort van gewonnen. Hij kreeg geen schorsing, daar was het hem om te doen. We hebben een voorwaardelijke schorsing, maar ik moest dan wel weer lachen. Met proeftijd van 2 jaar. Twee jaar. En dan mag je 2 jaar, mag je... Ik zei, moeten ze mondje houden. Ik ook grappig van, had ik ook met Elnie over. Toen zag ik die, dat ze dan zo'n hokje hebben voor de trainer waar hij dan niet uit mag. Ja, dat mag niet uit. Dat mag je niet uit. Nee, dat vind ik wel raar, want het zijn wel stippellijntjes. Ja, met een voetje zou jij zo doen, hè? Ja, ik zou dan toch zeggen, oh, sorry. Zijn handhaven ook niet heel erg goed hoor. Maar ja, dat slaat ik allemaal nergens op. Maar hij is wel weer terug, want ik heb natuurlijk die vrijdag persconferentie. Ja, maar de ophef... Het stond ook in VI een column van Nico Dijkse onder ogen. Dat ik dacht, ja. En dat is, die heb ik een paar keer gezien bij Bier en Balk. Hartstikke aardig vent. Maar, nee, maar ik snap wat het is hè, in zo'n column. Dan denk ik op een gegeven moment, oh, we doen weer een Renéetje van de Gijp. Je moet wat? Huh? Je moet wat? In zo'n column. Ja. Maar dan denk ik weer dit. Gaan we nou echt zo'n... Ja, het is een beetje trainertje pesten. Ik denk voor zo niks dat het was. Ik denk, waarom is er zoveel op? Ik heb enorm gelachen om de columnisten die hier heel veel woorden aan hebben gespendeerd. Ja. Ze waren duidelijk op zoek naar een onderwerpje. Ze waren Bos dankbaar dat hij wat had. Ik heb de meest gekke dingen gelezen. Ik heb gelezen, dat, dat Bos Makkely een lul vindt. Heb ik gelezen. Vind je helemaal niet. Hij vindt het gewoon niet zo'n hele goede scheidsrechter. Dat kan. Dat mag, is een mening. Ik heb gelezen dat ze elkaar voor rotte vis hebben uitgemaakt, een columnist. Ook niet waar, gaat ook helemaal nergens over. Ik heb gelezen dat Bos zich ernstig misdragen heeft. Alleen in zijn verbalen langs de lijn. Had hij terecht een gele kaart gekregen. Ook niet waar. Dus ik heb zoveel onzin gelezen. Ja. Ik heb daar eigenlijk ik verbaas me dan waar dat vandaan komt. Het lijkt iets persoonlijks dat ze een hekel aan hem hebben of zo. Ja, dat is het een klein beetje. Ze vinden, en dan ga ik kijken even Sjoerd aan, want die weet dat precies. Sjoerd, ze vinden hem een acteur. Ze vinden Bos een acteur. Kijk. En ze vinden... Tot op zekere hoogte is elke trainer dat. Wat ik net ook zei, van als je links gaat neigt, dan gaat hij naar rechts, zeg maar, en andersom. Maar... Ja, soms is hij ook wel een acteur. Soms is hij gewoon een beetje maar kribbige man. Niet. Beetje, dat kan niet zijn. Ja, maar omdat hij zo van voetballen houdt en een liefde voor voetbal draait, dan wordt hij een beetje... Maar ja. De reden maakt niet zo uit. Maar, nee, maar hij krijgt dan te horen... Hij kan dat wel zijn. Nee, maar tijdens zo'n zitting krijgt hij te horen dat hij het voetbal in discrediet heeft gebracht. Nou, en dan stap je bij hem nou net op een plekje waar het een pijn doet. Want hij denkt dan, ja, maar ik propageer toch mooi aanvallend goed voetbal. Ik het voetbal in discrediet gebracht. Dat voelt hij zo. En daar gaan mensen dan weer mee aan maar de haal. Weet je waar ik zo aan moet denken, als ik dan weer zoals die column las in VI vorige week, dat ik dan toen dacht ik echt, ik weet ook, toen dacht wat ik, nieuws ik stop is. Met moet eigenlijk ook met die podcast stoppen, want maar toen later dacht ik ook, nee, ik vind het met jullie ook veel te leuk en ik moet me daar niet te veel van aantrekken, dus ik snap het kribbige gedrag van Bos. Het doet mij heel erg denken aan een beetje middelbare schoolgedrag. Ja, echt zo, ik vind het zo kinderlijk en puberaal, ik vind, ja, ik... Ook wel een beetje het gedrag van Bos tegenover Makkely, vind ik. Want het hoeft niet persoonlijk. Je kan ook. Het is godverdomme Met een man. Nee, met een man van in de 60. Dan hoef je toch niet. Maar hij zei niks. Nou ja, hij zegt nee, nooit wacht wat even. Vindt. Sjoerd, er is een heel groot. Ik ben eigenlijk altijd wel boos op Makkely. Een beetje boos. En een beetje boos. En dat ligt waarschijnlijk aan mij. Ja, uiteindelijk. Maar ik vind het gewoon helemaal in niks. Het gesprekje. En daar wilde hij het verder ook niet over hebben. Ja. Maar wat het verschil is, hij zegt heel kort gewoon daarover. Ik ben altijd wel een beetje boos op en ik vind het gewoon niks. En verder, dat is het. Dat was het. Ja. Maar ik net zei van zo'n Renéetje van de Gijpje doen weer. Van we gaan weer verkleinwoordjes gebruiken. Het trainertje. En dan denk ik serieus. Oh nee, weer gaan we dan nou weer doen. Hoeft niet. Maar het verbaast mij gewoon dat je zoveel ervaring hebt. Weet dat dit kan gebeuren. En dat je het dan toch een beetje opzoekt. Ja, het verbaast mij vooral dat als je dat dus. Dat je.
je zegt mannen van in de 60, daar heb ik dus met die dan nog steeds om naar voetbal heen hangen en daar dan elke keer iets van gaan vinden en dan zo nodig dan de verkleinwoordjes moeten gaan gebruiken. En dat vind je nog erger dan? Dat vind ik veel erger. Dus het is gewoon een trainer die iets moois creëert, laat de ploeg goed voetballen. Maar, en dat is de discussie natuurlijk niet zo. Dat is, dat ik ben ik gewoon, met Sjoerd. Ik zou het gewoon niet opzoeken. Dus, ik snap wat jij bedoelt, want het is een beetje... Maar het is niks. Het is niks. Nee, maar, het is niks. Maar, hij zegt alleen maar, ik ben er altijd wel een beetje boos op. Lig aan mij. In een volwassen gesprek. Alleen. Je hebt gelijk, in een volwassen gesprek hier bijvoorbeeld, was het niets geweest. Nee, dan had jij dat iets over ik. Iemand... Daarvoor denk ik aan middelbare school. Dus er zijn wel jongens die niet bij de sportklas horen. He, dat wat dikkerige gastjes. Die allemaal toch allemaal wat meer. Dat liggen, die zijn minder populair dan meisjes. En die gaan dan dat vervelende opmerkingen maken over de sportetjes. He, want daar is het dan. Dan gaan ze een vervelende opmerkingen over maken. En dan lachen dan mensen een beetje krampachtig. Want die denken, ja, zolang ik mee lach, word ik niet afgezeken. Dat is wat het is. Dat is gewoon, het is een beetje minder. Maar dan denk ik echt over mannen in de zes. Ik ga toch gewoon... Nee, overigens, de columnisten waar ik op bedoelde, die vinden Bos allemaal wel een hele goede trainer. Oh, toch wel. Dan laat hem rust. Laat hem gewoon zijn werk doen. Alsjeblieft, zeg. Nee. Daar gaan we niet over ons uit. Hij zei iets over de scheidsrechter. Dat is een beetje hun vak natuurlijk. Dat is, hij vindt het niks. Ik vind dat je... Shut the knock up. Maar jij wil dat sowieso afschaffen, dat soort dingen. Maar er zijn nu eenmaal columnisten. En hun doel is vaak wel of beschouwd en een nieuw inzicht. Of prikkelen. Of zelfs een beetje tegen ergens aan schoppen. Ja, maar dat kan. Maar dat kan op heel veel manieren. En doe het dan op een mooie manier. Hugo Borst, de laatste column vond ik heel mooi. Had hij over de oude spits van Sparta. Die had nou gescoord ergens... Die kan zo mooi schrijven. Maar over Bos was je niet vlijend, hè? Nee, dat weet ik. En dan ben ik het ook niet met hem eens. Zoals ik het ook met jou niet eens ben. Ik kan iemand wel graag mogen, dan heeft maar hij dan toch oneens. Het doel van zijn column heeft hij dus bereikt. Ja, maar dat vind ik zo fucking bullshit. Maar dat is wat het is. Ja, dat is wat het is. Dat is geen argument. Dat is ik wat ben het is. Er ook niet mee eens met die columnisten. Dat zeg ik toch net. Nee, maar... Het is voer voor discussie. Ja, dat is wel... Ja, maar met niks. Hey, met helemaal niks, nee. Dat klopt. Hey, het zaadje is gewoon niets. Het is niks, nee. Het was niks. En dat vind ik... Het mooie van Bos was ook... Het mooie van Bos vond ik wel. En dat hij ook zelf zei van... hoe ik langs de kant stond. Ja, daar mag je wat van vinden. En dat ik daar de gele kaart voor krijg was terecht. Dat heb ik niet goed gedaan. Want dat is namelijk wat hij niet hoeft te doen. Hij hoeft niet zo tekeer te gaan tegen de scheidsrechter langs de kant van het veld. Nee. Vervolgens voor een camera was het helemaal niks wat hij zei. Want hij zei... Maar dat ben je wel met me eens. Dat een trainer... dat liever beter achterwege kan laten. Dat hele expressionele boze tegen de scheidsrechter op korte afstand. Dat hele boze. Nou ja, heel eerlijk gezegd hou ik wel... Kijk, daar is sport ook voor verzonnen. Oh, daarvoor. Daarvoor zijn mannen over het algemeen beter in dan vrouwen. Of zijn er gewoon beter in. Pas op wat je zegt. Dat is gewoon feitelijk zo. Dan laat de vrouw het team meedoen in de eerste... Ja, daar gaan we niet doen. Dat klopt. Dat heeft te maken met de oerinstincten. Testosteron. Boven die aaprot zitten, vechten. Bij gebrek aan oorlog zijn er volgens jou veel te weinig van. Er zijn er precies genoeg. Nee. Want er zijn meer... Overigens, daarover gesproken. Je mag zo even een streepje en dan even een kort interrumpatie. Ja, daar gaan we even over verder. Maar dat is waarom je... Ons Elde heeft al eens tegen mij gezegd... De afgelopen vrijdag hadden we het er nog over. Die heeft zich altijd verbaasd over hoe agressief ik voetbalde. Ja. Omdat dat buiten dat voetbalveld die agressie erom... Ja, ik zeg in de auto wel eens... Godverdomme, rijd toch door, kut in je... Nou, Italië, goed. Maar ik vlieg niemand aan. Ik ben thuis totaal niet agressief. Nee. En helemaal niet. Dus die verbaast zich daarover. Ja. Maar nu ben ik ook als sport aan het boksen. Dat vind ik lekker. Daar kan ik daarin kwijt. Dus je hebt, het is er een plek voor. Kijk, zoals sommige mensen behoefte hebben aan een stukje verdoving. Dan ga je zuipen, roken. Toen zei nou, dat gaan we in een café doen. Dan zijn er van die azijnzeikers die zeggen, ja, maar roken mag je niet daar doen. Want wij hebben daar last van. Ja, dan moet je, kom dan. Maar ze komen niet, we zitten allemaal thuis. Te chagrijnen, te zeiken over mensen. Maar zo heb je dus ook een voetbalveld of een ijshockeyveld, of hoe noem je dat, baan.
er zijn plekken verzonnen, dan gaan we als mannen weer even lekker een soort klein beetje oorlogje voeren. En dan gaan dan mensen die niet goed genoeg zijn om mee te mogen doen, die gaan daar dan naar kijken en iets over schrijven. Hè? Mm-hmm. Maar ik vind het al mooi als ik naar voetbal zit, dat daar emotie in zit. Dat de spelers soms boos worden. Dat is onderdeel van het spel. Daar is waar ik graag naar kijk. En ik hou van mooi voetbal. Maar ik hou als iedereen allemaal zich perfect loopt te gedragen. Saai! Saai! Gewoon saai! Waarvoor is nou wel lang zo'n leuke speler niet alleen omdat hij goed is? Omdat hij af en toe ook iets zegt waarvan mensen denken, oh, daar kunnen we er allemaal weer iets van gaan vinden. En met Bos is er eigenlijk niet veel te vinden. Oh, hij zei iets over de scheids. Nou, daar gaan we even iets. En hij stond zich druk te maken langs de kant. Ja, druk, is toch... Nee, hij stond, als je je druk maakt langs de kant, vind ik niet erg. Ik heb het niet gezien, dus ik kan er eigenlijk niks over zeggen. Maar je bent wel met me eens dat emotie... Emotie en, is het mooiste en, onderdeel en, van voetbal. Emotie. Een bal erin of net niet erin. Een overtreding die geen overtreding. Een rode kaart, geen rode... Dat is emotie, maar, is mooi. Maar het is ook het conflict... Wat je ziet in een duel, maar dat ja, ook natuurlijk. Mensen het wel, alsof een trainer het niet met een scheids eens is, dat je even kunt zeggen, hey, godverdomme, is toch niet zo erg? Maar je kan het ook op een andere manier zeggen. Ja, dat kan. Ik vond dat niet zo'n goede beslissing. Dan kan jij naar zitten, ga jij daar naar zitten kijken? Nee. Maar kunnen we wel concluderen dat het te ver is doorgeschoten met de reacties, dat die maatregel... Kijk, ik zag gisteren ook weer bij Feyenoord ook weer. Zag je die gasten van Benfica? Ik denk, als ze nou echt gehandhaafd hadden op die regel niet meer zeiken bij de scheids, daar waren gewoon 4 met een rode kaart afgegaan. Oh, die waren zo bezig. Die waren zo bezig en zeuren en zei... Kijk, dat hoeft ook niet. Een aanvoerder is prima. Moet je dan als scheidsrechter tegen de tegenpartij zeggen, geef me een keer een goede schop, ik zou geen kaart geven. Ja. Dat zou ik als scheidsrechter zeggen. Schoppen maak je goed voor zijn flikker. Die Maria was zo erg. Ik zei, wel een goeie. Jij als scheidsrechter lijkt me wel goed. Ja. Er wordt er weinig gefloten, zou ik jou wel zeggen. Bas Nijhuis. En dan mag een trainer mag lekker tegen mij roepen wat hij wil. Zo, alles? Ja, hoe zit nou, hey, vrek de witkop! Ja. Dat. Of krullenbol! Van een klootzak! Bij Sparta, ja, klootzak. Die was zo mooi. Huub Stevens. Ik hoor dat niks persoonlijks is, gewoon even het moment. Nou, zover ging Bos niet. Hij begon niet te schelden, maar zijn expressie in zijn gezicht. Maar hij werd echt wel heel boos langs die kant. Ja, dat kan toch? Je kan ook zeggen van... Hey, makkelijk, jongen. Fluit is normaal. Hey, maar naar de hele ja, schuur... Hier krijg ik dus een jeuk van. Fluit is normaal. Heb ik niet... Godverdamme, dit is toch veel mooier, man. Makkelijk, fluit is normaal. Daar krijg je geen kaart voor. Is ook geen reactie. Daar krijg je toch... Fluit is normaal. Hoe normaal? Is het... geef hem maar straf hoor. Ja. Ja, kijk nou een kaart. Ja. Ja. Oh, hij deed geen echte kaart. Het zo braaf, hij deed maar, dat. Hè? Die zei tegen schrijf, hier zit je echt fout. En hij heet ook nog Edsel Braaf. Ja, geweldig. Ja. Ik heb toen een keer tegen, god weet die scheids, was een hele leuke gast was er. Fluit niet meer, maar Utrecht uit. En toen zei ik op een gegeven moment, ik zeg, anders doe jij ook gewoon even zo'n rood shirt aan. Ja. Dat is duidelijker dan dat... Hij zei, nou moet je oppassen. Hè? Meer was het ook niet. Nee. Maar het is ook leuk om een beetje... Met Joel kon je ook gewoon... Die wist de uitslag al, hè? Dat zeggen ze altijd. Flauw. Maar Joel was ook een goede scheids. Daar kon je een beetje tegenaan lullen. Maar die lulde ook gewoon tegen jou aan. Ja, natuurlijk. En dan deed het sowieso die oudere garde wat meer. Ja, maar dat was dan... Ik vond dat als speler ook prettig. Dat je ook... Iets kon zeggen. En dat een goede... Ik vond dat een goede scheidsrecht. Dus die... Ik weet niet welke er was, zoals voor mijn tijd hoorde ik ook dat iemand die steem zei. Die zei, toen jij die bal net zo lullig naschoot, zei ik ook niks, hè. Dat doet hij ook altijd. Je kunt daar een beetje mee spelen. Of je kunt allemaal zeggen, ik vind wel dat de club hem nou moet berispen. Want hij heeft iets over mij. Weet je wat Marco Bogers zei? Marco Bogers had ook zo'n hekel aan scheidsrechters. En, sowieso. Het ras. Ja, het scheidsrechters. Hij vond scheidsrechters helemaal niks. Hij kon niks met scheidsrechters. En als er dan een beslissing was waar hij het niet mee eens was, of was een opstootje of zo, waar hij bij betrokken kreeg een kaart, dan werd hij zo boos. Want dan kon hij niks anders verzinnen dan hele denigerende opmerkingen maken. Dan zei hij, ik heb toen een boekje gemaakt. Dan zei hij tegen de scheidsrechter wel eens van, morgen weer lekker met het broodtrommeltje naar het werk. Dat kan natuurlijk echt niet. Maar dan vond ik, hij kan nog geen uiting geven aan zijn frustratie. Dan gaat hij dit soort dingetjes zeggen. Er was ook met, welke speler was dat? Die toen Boerenbach volgens mij. Dat vertelde Brugging. Dat zo'n kut oefenwedstrijd tegen zo'n amateurclub. Of zo'n bekerwedstrijd tegen zo'n amateurclub. Die dan allemaal net iets bij de hand lopen te doen, die jongens. Dat
Die zei, hoeveel heb jij in je CFK? Dat is ook niet leuk, hè? Dat is heel fout. Nee, ook niet maar leuk. Daar ook alweer grappig. Ja, dat is wel grappig. Sommige mensen vragen er een beetje om. Maar we sluiten het hoofdstuk Bos af. Hij is weer terug. Hij gaf even hele korte antwoorden. Ik was vrijdag bij die persconferentie voor de wedstrijd tegen AZ. En dan had hij er duidelijk geen zin in. Zei, nee, ik zeg niks meer. Het is klaar. Ja, dat snap ik. En ik ga mijn woorden wegen, want als ik dat niet doe, dan zijn er dus mensen die macht over me hebben dat ik mijn vak niet kan uitoefenen met een schorsing. Dus ik ga dat niet meer doen. Ik zou er, als ik hem was, echt doodmoe van. Alleen, ik word er al doodmoe van. Wat hij ziet gebeuren, denk ik. Wat hij wel, hij hield het nog een klein beetje vol. Na AZ hield hij nog een klein beetje vol, maar gelukkig is hij wel weer. Want hij kan namelijk ook heel goed analyseren en mooi over voetbal vertellen. En het is juist de prijzen dat hij heel eerlijk is als het aankomt op het analyseren van de wedstrijden. Want hij komt bijvoorbeeld na AZ. Vond ik wel mooi trouwens. AZ vroeg toen zei die twee, dat vond ik. Ik zei tegen AZ, nou die wedstrijd. Ik zei, Peter, op de een of andere manier, jullie hebben 27 punten uit 9 wedstrijden. Jullie winnen alles. Net als vorig jaar, maar er kleeft steeds iets aan, lijkt het wel. Er is steeds iets. Wat vond jij van die tweede helft? Zei hij, ik vind het helemaal niks. Toen dacht ik, dat is volgens mij een heel bewust. Ja, dat deed hij heel bewust. Dat was wel mooi. Ik vond de tweede helft helemaal niks. Nee, hij vond helemaal niks. Nee, ik dacht hetzelfde. Ja. Ja, dat deed hij goed. En nu was hij na de wedstrijd tegen... hij was A, heel realistisch, maar hij was ook weer zichzelf. Ook voor de wedstrijd al. En het is ook beter dat je gewoon weer jezelf bent. Dat je even niet die bokkenpruik steeds ophoudt. Want dan wordt het een soort running gag. En dan gaat het tegen je werken. Dan wordt het geacteerd. Ja, maar dan gaat het tegen je werk ook. Dan krijg je alleen maar... Dat werkt niet meer. Dus dit is prima zo. Dat was Paris Saint-Germain. PEC Zwolle. Moeten we daar nog over hebben? Even een kleine medische update. Ja, graag. Dat wou ik dus echt net vragen. Niet nu, maar... Net ervoor. 25 seconden geleden. Ik denk dat we vandaag nog wel iets meer kunnen vertellen over Schouten. Ik denk dat de uitslagen dan bekend zijn. Kwestie van weken? Ja, dat weet ik echt niet. Volgens Bos zou het meevallen, maar hij zei ik ben geen dokter. Dus dat weet ik niet, maar ik denk dat we... Mark van Bommel heel anders om. Ja, ik dacht dat hij wel een dokter was. Dokter was zo'n beetje... Ja, de medische staf wilde hij anders inrichten. Maar... Ja, serieus, dat wilde hij. Ik weet wel dat als hij binnenkwam, dat ze wel eens zeiden dokter van Bommel. Dat bedoel je eigenlijk. Ja, en ook een wasman van Bommel, toch? Ja, goed. Mark is gewoon... Kok van Bommel. Over schoenen-expert. Ja. Hij wil gewoon overal waar je invloed op kan hebben, invloed op hebben. Dat is eigenlijk wat... Dat heeft hij wel een beetje loslaten natuurlijk. Ja, vast en zeker. Schouten, ja, die Perisic... Kan weer meedoen, die is er weer bij. Karsdorp lijkt me goede Perisic. Karsdorp lijkt mee te vallen. Zal er eventueel ook weer bij kunnen zijn. Dus. Beetje ritme, of niet? Belasting vooral. Ja. Dat hij nog geen 90 minuten had gemaakt. En ik denk dat het was. Maar ik vond hem wel tegen AZ ook wel goed spelen. Maakt wel verschil, hoor. Ja, maakt wel het verschil. Karsdorp. Ja. Ik zag zijn interview, dacht ik, ik vind het wel een leuk, eerlijk ventje. Was een leuk interview, hè? Ja. Ja, vond ik ook. Ja, maar die heb ik niet alleen ik gemaakt. Nee, ben je gek? Ook jongens van nu.nl zaten erbij en nog iemand. Dus, nee, maar ik bedoel, ik heb met name over hem. Heel bescheiden, hè? Ik heb niet zozeer over hoe het op is geschreven of iets deed, maar over... We hebben niet over de vragensteller. Nee, want als ik namelijk geen vraag stel, dan geeft hij geen antwoord. Het is altijd een samenspel, jongen. Het is symbiose, moet het zijn. Er moet iets ontstaan. Je moet die jongen op zijn gemak stellen. Het is leuk hoe journalisten ik heb enorm hun eigen vak altijd iets meer waarde proberen te geven. Dat is heel begrijpelijk ook. Ik heb heel graag genoten van de interview. Want het was echt een leuke jongen. Dat is het. Ik wilde dus daarover zeggen. Het is fijn, denk ik, om zo'n jongen te interviewen. Omdat hij ook gewoon zegt wat hij... hij is eerlijk wat ik laatst al zei over van iedereen wat ik Feyenoorder ben. Dat vind ik fantastisch. Hij zegt, het is gewoon mijn werk. Dus als ik naar PSV kan en die Champions League speelt... Maar dit is toch gewoon zoals het is. Ja. Dat vind ik ontzettend, daar hou ik wel van. Dan denk ik, dan is het niet van. Ja, ik heb ook altijd wel. Ja, gelukkig wel PSV, niet Ajax. Maar ja, dat was wat ik dan wel bijzonder. Eerder sprake van dat hij misschien daarheen ging. Maar wat ik dan bijzonder vind is dat hij, dus dan spreken we even over Feyenoord. En de vraag is dan van, vind je het nog vreemd om dan nu een PSV-shirt aan te hebben? Nee, helemaal niet, want het is werk. En hoe verwacht je dan straks terug te komen in Rotterdam? En dat vind ik dan heel gek. Dan kan jij misschien als Feyenoord er wat meer over zeggen. Deze jongen heeft vanaf zijn 8e geloof ik daar rondgelopen, of 9e. Kampioen geworden. Heel lang daar gespeeld. Alles voor die club gegeven. Hij geeft aan dat hij Feyenoorder is. Hij heeft zelfs een mooie tattoo volgens mij.
En die is dan weg, omdat hij ook zijn horizon wil verbreden en geld wil verdienen. En geld opgeleverd. Die is naar AS Roma gegaan, geld opgeleverd. Ja. Die komt dan terug. En dan wordt hij misschien, is hij niet, hij zal een keer eerder terugkomen bij Feyenoord. En dan wordt hij niet zo warm onthaald. Ja, onthaald, dat zei hij. Toen hij zei, ik verwacht niet zoveel van. Toen hij verhuurd. Toen hij met Roma bij Feyenoord speelde. Ja, hij zei ook weer een jaartje terug verhuurd naar Feyenoord. Ja. Toen viel het ook al minder, volgens mij, zei hij. Maar wat is dat dan? Het is meestal een harde kernding. Dat er volgens mij iets gebeurd is met hem persoonlijk en harde kern. Zou kunnen. Dat volgens mij is dat meestal het geval wat eronder ligt. Mm-hmm. En in de Conference League finale stond hij... kijk, zo werkt zo'n harde kern. Iets te vrolijk, iedereen te woord. En was hij iets te blij. En vonden ze dat hij niet... genoeg respect toonde richting Feyenoord. Zo van, ik heb tegen mijn oude ploeg in de finale gespeeld. En hij heeft een opstootje gehad de vorige keer in de Europa League met John de Wolf. John de Wolf, wat was dat ook alweer? John de Wolf zei, stel je niet zo aan, joh. Want hij was er een beetje, liet zich vallen of zo. Weet ik veel, het voetbalmoment. Wat Björn zegt, emotie. Ik kan het hem niet zo kwalijk nemen, maar hij is gewoon toevallig, omdat hij bij Roma speelt, vaak de tegenstander van Feyenoord geweest. Als dat niet was gebeurd, was hij nu nog geweldig ontvangen. Maar er zijn gewoon kleine akkefietjes bij elkaar opgeteld. Dat de Feyenoord supporters zoiets hebben van... De harde kern. Ja, okay. Want, dus een overgrote deel van de 45.000 die er zitten... Ik denk dat de helft gaat klappen en dan... De helft vind ik weinig. Laten we zeggen, je hebt de gele zijde, is heel fanatiek. Daar zal de helft... gaan klappen en de helft denken van zoek het maar uit met je boel. En de rest die er omheen zit, die geeft hem gewoon een applaus als die komt. Nou, dat zou mooi zijn, want dat zou ik wel iemand die zo lang bij zo'n club gezeten heeft, die gun ik dat. Dat is en niet dan zo... Noah Lang aan de bal is, dan gebeurt er wat anders, denk ik. Ja, en ik denk niet dat ze dat moeten doen, want als ze dat wel doen, hebben we gezien wat er gebeurt. Dat hoort er ook wel een beetje bij. Ja, maar Noah Lang wordt er alleen maar beter van. Ja, je mag Lang gewoon uitfluiten. Ja, dan moet je wel weten. Prima, toch? Dat had ik nou zelf ook over de eerste helft de PSV van de bal was. Toen begon ze bij die supporters van Paris om te fluiten. Ja. Dus is dat nou toch van raar? Nou, ze willen eigenlijk dat hun ploeg de bal heeft dan. Wat een goede simpele uitleg. Ja, dat is wat het is. Maar dat slaat ik nergens op. Nou, ze denken dan dat dan de tegenstander in de war raakt of zo. Of nee, je vrouw zegt dat de tegenstander zijn wezen, jongens. Ja, wij willen maar. Oh, sorry, nee, we dachten hier hem. Ja, misschien raakt de tegenstander van slag, is dat het idee? Maar het zou wel grappig zijn. Jij zegt dus, ze moeten hem niet uitfluiten. Dus eigenlijk gewoon kaart toe gaan juichen, Noah Lang. Als bij iedere actie. Het veld komt, gewoon. Bij iedere actie. Ja, die denkt van, kut, wat gebeurt hier nou? Dat wil ik helemaal niet. Ik denk niet dat ze zo ver doordenken, maar het zou misschien wel helpen. Snap je? Ja. Nou, maak hem maar niet gek of maak hem maar niet boos, want hij gaat een verschil weer maken. Gewoon dan. Met Karsdorp kleine dingetjes gebeurd en let's get over with, zou ik zeggen. Mag ik zeggen, ik vind sowieso, als je zo lang bij een club gespeeld hebt, kampioen geworden, geld opgeleverd, een beetje meer respect. Blij dat hij prijs won. Ja. Dan moet de zwijgende minderheid, moet dan maar eens de sprekende meerderheid worden in dit geval. Geen idee of er Feyenoorders luisteren nu ook. Maar misschien een aantal. Laten we het inderdaad een groot applaus geven. Wel, de term harde kern is natuurlijk ook wel interessant. De ruwe... Nou, de harde kern. Ja, de harde kern. Waar is die term ontstaan? Wie heeft hem bezongen? Nou, ik denk tijdens het hooliganisme. Jaren 80. Ja. Maar de kern, dan hebben ze het zichzelf... De harde kern van de supporters. Maar er zitten ook gasten in die hele mooie spandoeken maken. Als vrijwilligers zich heel erg inzetten. Dus het wordt een beetje verward met de raddraaiers. Ja. Maar die zitten daar wel in. Ja, precies. Ja. Maar het moeilijke aan een harde kern is, dat we een tijd geleden al over hadden. Dat zijn voor mij ook mannen die van 75... die al 60 jaar of langer een seizoenkaart hebben. Ja, dat is ook alleen harde kern. Die zitten dan niet op Oost, maar op West. Ja, en die worden altijd een beetje vergeten. Dat is harde kern eigenlijk. Ook harde kern. Daar is het. Dus het grootste gedeelte is gewoon harde kern. En heeft als supporter veel voor de club betekend. Of ze maken inderdaad prachtige spandoeken. Of zijn met die club. Maar het is zo'n manneke die daar zit ook. Ja. Maar die hoor je niet en die zie je niet. Want ja, die zijn anoniem. En soms heb je, en dat is het grote probleem, je hebt in zo'n harde kern die groter is dan we denken, maar eigenlijk ook kleiner weer in de zin van er zitten ook figuren tussen die eigenlijk heel weinig toevoegen aan die club. Maar die claimen harde kernsupporter te zijn. En die roepen al het hardst. Maar, en zorgen voor de grootste ellende. En dat is maar een heel klein groepje. Maar dat is wat die wel het bepalendst zijn.
En dat is eigenlijk wat je ook als club waar je over na moet denken. Is, wat ik een tijd geleden daar ook over zei is van... Wij deden het als spelers in mijn tijd ook al. Ging je naar de fanatieke... Ja, de andere rondje liep je zo'n beetje half. Je liep niet eens helemaal naartoe en ik klapte een beetje die richting op en dan was het. En daar zat ik dus laatst en denk ik, er zitten zoveel mensen daar die al 65 jaar hier komen. Ja, ja, ja. En die worden gewoon een beetje vergeten. Aan twee kanten van de doelen moet je eigenlijk lang staan, ja. Dus ze zitten overal in het stadion. Overigens... In Lissabon was het stadion helemaal rood. Rood-wit. Ja. Benfica. Madrid helemaal, wel achter die goal helemaal wit. Helemaal wit. Paris Saint-Germain, harde kern. Ik noem maar even harde kern. Achter het doel. Vlaggen. Springen. Allemaal clubkleuren aan. Uitingen. Fantastisch. Ik zou zeggen, Nederlanders, dat maakt indruk. Dat maakt indruk. Wel lekker weer, hè? Dat scheelt dan wel. Dat scheelt dan ook in Madrid. Dan kun je t-shirtjes aan. Ja, dat is maar dat maakt wel echt indruk. Dat als je het veld op komt en je ziet dat, dat maakt indruk. In plaats van dat je een deel hebt met wat zwarte jasjes en dingetjes. Ja. Ik heb de PSV-supporters wel gemist. Ja, daar had ik het dus ook met Hel nog over. Ik zeg, echt jammer. Merk je dat eigenlijk in zijn stadion, het zat zo vol en het was zoveel kabaal. Ja, nee, dat vak waar die PSV zou zitten, daar zaten nu Parijzenaren. Ja, maar dat is toch meestal gewoon zwart. Nee, maar los daarvan. Maar er zaten nu dus, dat vak was gewoon uitgekomen. Ja, die keuze, dat vind ik zo raar. Ze mochten niet komen, want... Uiteindelijk werd extreem rechts erbij gehaald. Extreem rechts slaat helemaal nergens op. De wedstrijd Lans werd erbij gehaald. Maar het gaat natuurlijk ook vooral over de timing. Een week van tevoren. Ja, mensen hebben allemaal kaartjes, hotels. Ja, die kaartjes krijg je er maar hotels. En sowieso. Ik vind het schofterig. Moeten clubs en supporters toch mee kunnen nemen? Wat is er nou van onzin? En ze kregen ook deels gelijk. Hè? We hadden een kort geding aangespannen. Kregen ook deels gelijk. Ze mochten dan nog wel, inderdaad, met die kaartjes, dat was niet helemaal goed gegaan. Ze mochten er wel, maar het inreisverbod, dat bleef geloof ik gelden. Ja, dan heeft het nog geen zin natuurlijk. Er was wel iemand stiekem binnengekomen. Nou, niet één hoor, ik heb ze gezien. Ja, er zullen meer binnen zijn gekomen. Ja. Dat is wel een weg. Ja, terecht ook. Ik bedoel, als jij gewoon op een ander vak zit en je hebt daarvoor een kaartje, dan ga je daar gewoon naartoe. En dan reis je op eigen gelegenheid en dan ga je gewoon heen. Ik bedoel, ja. En dan heb je gewoon een hele leuke wedstrijd gezien. En dan heb je ook nog een soort van prachtig resultaat heb je kunnen aanschouwen van PSV. Dus ja. Ja, moet Pek Zwolle zich zorgen maken? PSV? De jongens komen allemaal terug. Weer. Nou ja, ik zeg helemaal niks meer daarover. Voorspellingen, want daar heb ik de vorige keer... Doe je een bosje? Ik zeg er niks meer over. Altijd als ik... Pek Zwolle, ik vind het helemaal niks. Nee, dat ga ik al helemaal niet zeggen. Nee, ik durf niet te zeggen. Maar was het de vorige keer dat ik dacht, nou, die klappen... Sparta, En dat ging toen heel moeizaam. Moeizaam. Pek 0-2 van NAC verloren, toch? Nou ja, nee, normaal gesproken staat er... Ik durf het wel aan. Normaal gesproken staat er gewoon na komend weekend... staat er 10 gespeeld. Ja. 30 puntjes. Ze mogen kiezen 2, 3, 4, 5 of 6. Ja, ja. En misschien is het wel weer een wedstrijd... waarin Bos tegen Ricardo Pepi zegt... Jij start. Luc de Jong, je krijgt weer even rust. Ja, ik kan me voorstellen... die wedstrijd moet er wel ingehakt hebben bij hem. Je ziet wat hij voor meters heeft gemaakt. Ja. En kopduels aangaan. Het is elke keer die lucht in. Ja. En op een gegeven moment ging je liggen. Toen maakte ik me even zorgen. Toen dacht ik, oh nee, het is tijd onttrekken. Toen zag ik de herhaling. Toen dacht ik, viel allemaal wel mee. Perisic kan weer spelen. Ja, ik denk gewoon de thuiswedstrijd. Dus dat PSV daar... Gaat Bakayoko spelen? Nee, ik denk dat Perisic gaat spelen. Of misschien dat hij wel lang later wil brengen. Dat hij dan met Perisic aan de linkerkant speelt en Bakayoko dan. Oh, ja. Lozano overigens is op de weg terug. Duurt nog wel even tot november. Veerman duurt langer dan gedacht. Waar heeft hij precies? Ja, liesblessure. En die is denk ik terug na de volgende interlandperiode in november. Ja, en dan komt PSV straks op volle oorlogsterkte na de winter. Daar komt ook Des terug. Het is al, we gaan al richting november. De blaadjes vallen van de bomen. De dagen worden korter. De klok gaat er nu weer terug. Wanneer is het? Marco Timmer is alvast een special aan het maken. Ben alvast bezig. Nee, maar dan van grote gelijkheid met kerst dit jaar. Op volle oorlogsterkte straks. Hey. Ja, daar ben ik wel benieuwd. Ja. Ja. Geeft gewoon ook in wisselbeleid meer mogelijkheden. Want dat was natuurlijk dat was ook een probleem. Ja. Vorig seizoen hadden we af en toe, als het wat moeizamer liep, dan werden er weer spelers gebracht die het dan weer om konden draaien. En met zoveel blessures is het... Best lastig.
Is wel en niet de minste. Nee, niet de minste. Er waren 6 in principe basisspelers die er niet bij waren. Dus, nou, het was een mooi enerverend weekje. Ook, zo. Ook voor de, en vanavond inderdaad nog Ajax, AZ en Twente. Dus daar gaan we ook weer kijken. Een mooie aanbieding trouwens. Oh ja, vertel. Ja, NordVPN. Is hij nu weer? Ja, zeker. Ja. Zeker wel. Dus, heb je nog wat leuks gekeken, Björn? Ik heb een film zitten kijken. De Diplomaat kijk ik nu. Nee, ik ook. Jij ook? Ja, want daar stond aangegeven seizoen 2 komt eraan. Oh, toen ben ja, ik seizoen 1 gaan kijken. Exact dezelfde reden hier. Ik denk dat Netflix wel... Ik vind het wel leuk. Top point heeft. Ja, ik hou wel van Amerikaanse series uit het Witte Huis. Een soort House of Cards-achtig. Ik vind haar wel goed spelen, Designated hoor. Survivor heb je ook. Dat is ook een beetje die categorie. Ik hou wel van die... Ja, want van die... het komt altijd akelig dichtbij de werkelijkheid. Ja, precies. Bijzonder dat die scriptschrijvers zo... dichterop lijken te zitten. Maar we kunnen dus ook in het buitenland kijken als we willen. Mag ik nog antwoord geven? Ja, je hebt een mooie film. Film, nee, zeker. Film. Welke film? Woman of the Year heb ik zitten kijken. Woman of the Year. En we wisten eigenlijk niet waar we aan begonnen. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het over een of andere serial killer. Het is heel goed in elkaar gezet. En omdat we ook niet wisten waar we precies naar zaten kijken, schrok ons kapot op een gegeven moment toen hij zijn eerste moord beging. De regisseuse is volgens mij haar debuut. Dat is echt goed gedaan. Zo creepy gaat over zo'n Mexicaanse serial killer. Oh, maar je had de trailer gewoon niet aangezet. Nee, het is altijd zoeken en ik dacht, die ene actrice zit erin. Dat zou nou, ik zet hem gewoon aan als niks. Altijd veel beter dan eindeloos zoeken. Hè? Ja. Gewoon even eentje aanklikken. Ja, waar je normaal dat getwijfel gewoon aanzet als niks is, heb ik binnen 10 minuten gezien. Maar dit begon dus. En als een serial killer, die noemden ze de... hoe noemden ze nou? Hij had in ieder geval meegedaan aan zo'n datingshow. Dus laten we zeggen de datingshow killer, zoiets. Het is gewoon op tv geweest, terwijl hij al moorden gepleegd had. En het verhaal is zo in elkaar gezet dat het vrouwtje die hem uiteindelijk kiest in die datingshow. Dus die volg je een beetje en je volgt hem. Ja, het is natuurlijk niet al 100.000 keer eerder. Ja, en dat komt dan bij elkaar uiteindelijk. Maar het is echt een hele goede, spannende film. Ik ga hem onthouden. Woman of the Year. Dat is echt goeie. Ik dacht eigenlijk toen je zei, want misschien heeft die vrouw die titel wel voor zichzelf. Het was haar regiedebuut, de Woman of the Year. Ja, dat is aan zichzelf. Zo denk maar die weer. Kun je dus ook in het buitenland kijken, hoor ik net. Ja, als je nordvpn.com/skieten. Dit is goed, hoor. De high five erin. Zullen ze blij mee zijn dit? Ja, natuurlijk. 4 maanden gratis. Ja. Als het niet bevalt, 30 dagen, gewoon je geld terug. Krijg gewoon je geld weer terug. En nog een hoge korting met Black Friday. 75% gaat eraf. Black Friday. En dit duurt nog heel lang tot Black Friday, maar er zijn heel veel Black Fridays voor NordVPN, gelukkig. Dus nordvpn.com/kietewinny. Klinkt goed, Sjoerd. En buiten als voetbal natuurlijk. En als je lekker op uittripje gaat, want de volgende podcast is natuurlijk wel PSV support. Ja. Mag kopen. Mogen ze wel weer. Wij hebben nou dus Ziggo, hebben we nou. Ja, Ziggo Switch. Ziggo Switch. Ken ik alles nou. El heeft dat dus laatst geregeld. Oh, je hebt gewoon abonnement. Oh, je hebt gisteren. Ja, hij zei toen. Ik vind een uitkomst dat Switch kanaal. Heb je daarop gekeken? Switch kanaal? Ja, jongen, dat moet je kijken. Ziggo Switch. Ja, je hebt inderdaad Ziggo 1 tot en met 9 of zo. Ik ben dit allemaal aan het verwerken. Nee, Ziggo, je hebt Ziggo. Ziggo heb je dus nu. Dan kun je dus Champions League kijken. Ja. Maar dan heb je dus Ziggo 1, 2, 3 tot en met... Daar, nee. Maar bij Ziggo 4 is het Swiss kanaal. Dus als je Champions League kijkt... En lekker op bankje liggen zo. Voetjes omhoog. Alle hoogtepunten. Oh. Alles komt voorbij. Live. Oh, nee, live, nee, jongen. Nee, dan zit je en Benfica. Veel te veel informatie. Maar ik vond het heerlijk. Ja, Feyenoord zit te kijken aan de ene kant en aan de andere kant. Real Madrid. Zo is het toch helemaal niet bedoeld. Even allemaal. Nee. Maar je ziet wel meteen het doelpunt... Ja. Van Haaland. Hier, die ga je weer voor het gemak. Bam, bam, bam. Het was een waanzinnig doelpunt. Ja. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Nou, ik heb het dus niet gezien. Hey, nou heb ik jij gaat straks kijken. Ja. Haaland. Niet nu. Niet nu. Nee, je bent mij in gesprek. Dat is precies. Een beetje asociaal. Ja, nou ja, precies. Nou, ga je maar doen. Die zijn er dus. Meteen, of die meteen willen laten zien. Nou, ja, als je dan een Ziggo Switch kijkt, dan komt het gelijk voorbij. Ga ik niet naar kijken. Nee, oké. Okay, maar... Maar we hadden dus Ziggo. Ach, ja? Hallo, ja. En toen dacht ik... ik zei, vanavond de wedstrijd, moet dan weer... Nee, we hebben nou alle abonnementen. Zei ze, daarvoor hebben we laatst €170 af moeten drinken. Ik zei, dat meen jij niet. Ja, dat kregen we daar dus niet aan de praat. Maar ons coach had binnen zitten kijken. Zitten te kijken. Oh nee. Welke minuut scoorde PSV? Voor rust nog 30 of zo? 34. Ja, 34 of zo, ja. Oh ja, 34. Had te maken met Nouri Sabari. Ja, moest zo zijn, zei lang. Dat was ervoor nog. Ik denk, op 10 minuten zaten te kijken en toen liep je vast. Ineens?
Ja, was het voor de goal? Ik weet niet. In ieder geval liep ik hem vast. Ik zei, godverdomme. Dus toen, beeld vast. En hoorde het geluid nog wel. Dan zag je iedereen boven gecheckt. Ook vast. Alles vast. Dus... Dat was heel, was heel even... Het hele kastje opnieuw op moeten starten. Ik denk, nou hebben we Ziggo, kunnen we nog niet kijken. Kut, Ziggo. Maar het lukte. Uiteindelijk is het gelukt. Maar we hebben dus die bal op de lat, die hebben we dus bijvoorbeeld gemist. Omdat zo, we zijn tijd lang zonder beeld zaten. En paniek en vloeken natuurlijk. Nee, maar blij zijn dat je het gemist, want dan had je echt nog meer gevloekt. Want dan had je echt, Ja, maar ik zat dus nou ook, godverdomme, oh, ja. Ze hebben het, kut, Ziggo. Maar je wilde niet dat Ziggo Sport Free gewoon via die app... Of dat Nee, maar sure, dit is goed zo. Laat hem nou. Laat hem nou. Oké. Dit is goed zo. Hij kan kijken. Al die mogelijkheden. De goal van Haaland. Maar ik ga hem beschrijven. Ga jij hem kijken? Ja? Ja. Haaland die komt op een gegeven moment komt een voorzet. En hij doet een soort van Zlatan-achtige beweging. Hoe is dat? Nou, een soort karatentrap inderdaad. Ja. Karatentrap in de lucht. Dus die bal die komt. Maar hij doet het achterwaarts. Hij doet het met zijn hak. Oh. Op een hoogte. Dus hij springt en bam! Hij hakt hem zo de goal in. Het is een geweldige acrobatische goal. Ik heb nog nooit gezien. En een bewustie. Echt een bewustie. Nee. Waanzinnig doelpunt, maar die ga je even kijken. Waar wou ik nog naartoe? Twee dingen nog. Het Franse eten. Ik heb gegeten... ik had een beetje soulfood nodig. Sorry Freek voor de declaratie. Maar in Parijs is het sowieso wat duurder. Dus daar kom ik wel mee weg. Ik heb een heerlijke steak tartare traditionel uit Frankrijk gegeten. Zo lekker man. Oh, dat is zo lekker. Alleen maar vet. Nee, zo lekker. Perfect klaarmaken. Enige fatsoenlijke wat je kunt krijgen. Steak tartare. Traditionel. In Parijs. Waanzinnig. Ik heb gegeten. Oh nee, dat is, ik heb s'avonds geen steak tartare. Escalope hebben ze daar altijd. Escalope de vol. Dat is altijd zo vet. Nou. Dat is escalope de vol. Is gewoon een beetje gehakt, toch, eigenlijk? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Wat je kinderen vroeger gaf, zo'n tataartje. Ken je dat? Een tataartje. Een soort hamburgertje, maar dan losser. Met een andere naam. Met veel lucht erin. Nee, het was heerlijk. En ik had een bavette gegeten. Ah, kijk. Dat is ook super lekker klaargemaakt. Dus je hebt goed gegeten? Ik heb uitstekend gegeten. Dat had ik ook nodig. Ik was moe, grieperig. Ik denk goed eten. Veel lopen, veel wandelen. Maak het weer even rond. Goed drinken is belangrijk ook. Hè? Dus even een stevige borrel pakken. Ja, dat heb lekker whiskietje. Heb ik niet gedaan. Niet gedaan dit keer. Portje. Dan hebben ze natuurlijk ook helemaal niet te zuipen. Ondergasvrije, smerige... Zijn er überhaupt vragen binnengekomen, Sjoerd? Toch nog. Op Instagram en Twitter ook nog wel. Ook nog wat? Oké. Dan gooi ik de worstbroodje even. Ja, dan ga ik... Mag ik dan afsluiten met een liedje? Ja, en dan nog wat toe te voegen ook, hè? Ja, mijn oom die kon dus van fantastisch zingen. Met een song in twee koren, tenor. En een van de liedjes die zelf heel veel gevoel bij had, die ook zong... ook solo, dat is het lied The Fields of Anton Rye van de Dubliners. Dat past in de lijst, hè? Mm-hmm. Dat deed zeker. Ga je hem opzoeken? The Fields of Anton Rye, de Dubliners. Het is een Iers protestlied. Het ging over de hongersnood van een paar eeuwen geleden. Waarin een man graan steelt van zo'n rijke Engelse herenboer om brood te kunnen maken voor zijn kinderen. Die wordt gesnapt. Die wordt dan op een schip gezet, terwijl hij twee kleine kinderen heeft. En dan gaat hij naar Botany Bay in Australië, waar een grote strafkolonie zat. Ja. En daar gaat het lied over. Het heeft ook een link met voetballen. Als Ierland speelt, het is ook een soort van protestlied tegen de Engelse overheersing destijds. En dan als dan Ierland voetbalt, dan zie je wel eens een beeld. Ik zou zeggen, mensen zoeken het allemaal eens op. Het is prachtig, op YouTube. Dan zie je een hele grote Ierse massa aan supporters met de rug... Naar het doel. Met de rug naar het veld. En dan hebben ze elkaar allemaal vast. En dan zingen ze dat lied. Poeh. Het is echt een prachtig nummer. The Fields of Anton Rye. En tot slot de wijsheden van mijn oom. Indachtig wil ik hem toch nog even meegeven aan de mensen. Ja. Omdat ik het zo mooi vond. Hij had het zelf geschreven. Stond ook op de rouwkaart. Het leven is te kort om je zorgen te maken. Heb plezier. Heb lief. Heb geen spijt en laat je door niemand van de wijs brengen. Prachtig.
Bedankt. Zo simpel. Jij bedankt. Fields of Entenrijk.